Dus als je staatskaart hebt, ga je naar daar en je vult die info erin. En normaal gezien, twee dagen erin heb je dat je nu een mailbox voor af te printen of voor op je smartphone te zetten, whatever. Ja, prima. Kijk. Vriendelijk bedankt. Hè. Okay, ja. Ik had rekeningnummer nog meegeven. Dat leuk is, hè? Dat is dus één van de redenen waarom ik niet meer op de Rode Sluis vis. Ja, omdat je normaal kent. Ja, als ik daar zit, dan is dat, dan zit ik hier niet gerust. Ja, dat is spreekuur. Ja, maar ja, dan is dat, ah ja, maar de Frans zit er wat er maar naartoe, vroeg de dame. Nee, dat is niet te doen. Niet te doen. Oké. Ik ga de Merlozy intro doen van altijd. Dus vandaag zitten we op de Rode Sluis. Aflevering 10. Aflevering 10, de Rode Sluis, zondag namiddag. Mooi weer en met Frans Weemans. Eigenlijk gingen we in december met slecht weer en de koude doen. Ja. Maar het is er niet van gekomen en nu toch wel. Voorzitter van Hengelsport Vlaanderen. Bestuurslid van VBK. Ja. Stichtend bestuurslid van VBK. Mag ik zeggen, vandaag één. Ik, Patrick Bouwens en Etienne Kent zijn de enige drie overgebleven nog van het opstarten. Ik ben voorzitter van de Zelzaatse Karpervrienden. Okay. De oudste karpervereniging van België, gestart in 73, 74. Okay. Dus dat is al wat jaren. En dan, ja, nu een jaar voorzitter Sportvisserij Vlaanderen. Een beetje op aanvraag van kant overheid, natuur en bos. Ja. Voor het een beetje terug op de rails te krijgen. Ja. Okay. Met deze. Een bescheten commissie. Wat een bescheten commissie. Ja, kijk, soms kan het een beetje krom groeien en moeten we nu terug recht trekken en daar zijn we nu een jaar aan bezig. Klaar, ja. Maar het wil ook zeggen dat de eerste karper door Frans ooit gevangen is voor 1973. Ja, zeker, zeker. En weet je nog hoe dat gegaan is? Dat weet ik nog vrij goed. Ik ben een visser door mijn grootvader. Langs mijn vaders kant geen visserij. Mijn vader was een boogschutter op de lage wip, of hoe noemen ze dat? Liggende wip. Ja, op de liggende wip. Nee. Maar mijn grootvader was mulder in Hulst op de Wallen. Ik weet niet of die... De Wallen van Hulst is een vestigingsstad met mooi water rond. Hulst, ja, en daar staat de molen op. Mijn grootvader was daar de mulder van. En in die periode moesten de kleinkinderen in de vakantieperiode gaan helpen. Dus ik was de jongste van 6, ik moest er ook naartoe. Maar ik zat altijd beneden te kijken naar die Brusselaars, dan van Brussel naar de vestigingsstad Hulst kwamen. De vrouwtjes gingen shoppen en de mannen gingen vissen. En ik zat daar altijd te gluren en te gluren. Tot dan mijn grootvader had kunnen overtuigen, ik wil een visengel. Ze had nooit vergeten in Hulst, dat de winkel De Bruin, mocht ik mee. Opgepast. Mijn grootvader was een Nederlander, een Hollander. Dus mocht ik mee en kreeg een engel. Een bamboe-engel. Ik zal nooit vergeten, met rode koortjes rond, dat is een beetje geplastificeerd, in een plastic zakje. En daar zat een vislijntje bij, een dobber en haak. Ja. Sophie was de gieter, naar beneden, nevens een Brusselaar gaan zitten. Een beetje uitleg proberen te vragen, want ja, ik had wat brood bij en... Want die mannen die hadden nog via de VAS en Tubifex en wie weet ik het allemaal. Nooit van gehoord, hè? En de snotneus. Nada. Dus een van die mannen heeft mij een beetje wegwijs geholpen. En ik kreeg zo'n tubeke. Dat was precies lijm. Ja, ja. Rubiveer. En die mensen, kijk, je mocht dat hebben, doe maar voort. Vond ik een paar voortjes. Twee dagen, drie dagen nadien. Vond ik een paar voortjes en... Plak, alles kwijt, stokje in tweeën en opgelost. Ik kan nu al medelijden. Als jonge snaak. Bompa, hier, kijk. Ik had nog zo'n stukje over, klaar, aan en uit. Dus ja, ik zeg het, het waren Hollanders, tweede stokje kon er niet af, denk ik. Nee. Dus het was niks meer. Dus kijk ik altijd, toch, als ik de kans kreeg, als ik niet moest helpen, naar beneden en ik leed dat uit tegen de manneke. Je hebt een karper aan gehad, hè? Een karper aan gehad, meneer. Ja, een karper aan gehad, hè? Dat zijn grotere vissen, hè? Zie je dat niet met ons? Toen in de tijd, die mannen visten met een vaste engel, maar met zo'n heel klein molentje op 2 of 30 delen. Ja,
wij doen het dan daarvoor, hé. Dan hebben we nog een kans, zeg. Een karper aangaat. Dus ja, mijn vakantieperiode erop. Terug mama, papa, kijk ik. Ik wil toch ook zoiets hebben. En dan heb ik bij Boon van Bos, Sint-Gilles-Waas, dat was de eerste winkel in Mjons in het gemeente, zou ik maar zeggen, kreeg ik van mijn vader glasvezelhengel met lerk. Natuurlijk, een groen, een groene met een rood handvat. Ja, een lerk. Ja. Dus ik zat echt te popelen om terug naar mijn bompad te mogen, waar ik vroeger moest gaan werken, maar dan te mogen gaan vissen, omdat ik nu iets had waar een molen op stond en een kans maakte. En ik denk, tussen de schoolvakanties in, een weekend naar daar, een doosje chapelure en daar een beetje van vanille daarin en met een rubyveer dat ik altijd nog over had. En toen heb ik daar mijn eerste karper gevangen en ik denk dat dat zoiets 20 centimeter of zoiets was. Dat was mijn eerste ervaring, maar dan in mijn loop van mijn jeugdjaar heb ik een beetje alles geprobeerd. Zowel roofvis als, maar ja. Ik kon nog maar net met de fiets rijden. Mm-hmm. En in de familie, niemand geen vissersprikkels zoals dat ik die had. Ik was er werkelijk wel van geprikkeld, hoor, van de vest in Ulst. Dus, maar mijn andere broer zei, kijk, vanaf dat ik echt goed met de fiets in orde ben, dan rijden we naar de Parlabrug. Dat is een watergang, afwatering van de polders daar, jongens een beetje in de geburen. En dan moet ik toch zeggen dat we daar toch wel een jaar of 3-4 op en neer daar om de water hangen. Oh ja, dat was dan wel een snoek konden vangen. Of voren of een braasem. Er zat echt geen karper. In feite, echt mijn echte prikkels met karper is, dat was ik al gehuwd. En mijn schoonbroer was een evige visser op 60 voet. Ook weer nest. Kreek. Over de grens hier, de kreek hier. De 60-voetskreek. Ja, een 60-voetkreek op de Lange Plaat, op de wei. En dat was in een tijd, met de voerveer en in feite strandstokken, wat maaien eraan. En er was nog niks anders. Technologie, dat was met een wit-rood bolletje, dat pang-pang tegen uw stok aanklopte. En dan ben ik terug gestart, in feite. Een maand of 4-5 dat ik getrouwd was, denk ik. Daartussen heb ik wel een beetje van alles gedaan. Maar dan een jonge gast doet op 15-16-jarige leeftijd. Allee. Prikkels krijgen voor van alles wat daar niets met visserij te maken is. Maar door mijn schoonbroer teruggestart. En hij heeft toen ook veel gevangen. Wilfried? Hij heeft toen ook veel gevangen. Een beetje te veel, want ja, ik moest al trouwen en ik was geen 18. Dus. Vroeger begonnen we zelf gewoon eens. Door Wilfried ben ik echt terug beginnen en die mannen vissen daar op de karper. Tijd, voerveer, La Lancée feitelijk voor op strand of whatever, wat er mogelijkheid was. En ja, daar heb ik terug de prikkels en dan vonden we redelijk wel wat karpers op de plaat, met wat maaien of wat wormen of een stukje patat of. Ja, en daar heb ik feitelijk Jacques de Wind leren kennen. En dat ga ik misschien verhulder niks zeggen. Die is, of was, ik heb er nu geen contacten meer, domeinwachter in Puinbroek. En Jackie, in die periode al, had toch al hier en als je wat Engelse prikkels. Die wilde ook niet meer in de golf rijden, of die moest de mini-metro hebben of zoiets altijd. Die zat echt met zijn hoofd totaal in Engeland. En ik heb er echt goede contacten mee gehad en ja, babbelen. En zo is de Zeilzaalse karpervrienden ontstaan. Dat waren dan, we met elkaar wat kunnen helpen. Jij heeft die ervaring, ik heb die ervaring en. Als we dat allemaal lekker samenleggen en we kunnen daarmee een groepje doen, dan kunnen wij voort. In Engeland doen ze dat ook, weet ik toen. De British Carp Studiegroep. En hij had er al een embleemje van op zijn mouw hier of daar kunnen bemachtigen, ik weet niet. En dan ja, dan hebben we weer dat geschikt in 73-74. Om een duur van 10 man, een beetje van de krekengebied hier, van Zeilzaten tot in Kildrecht. Hier lopen de kreken zo door. Ook al eens beginnen vergaderen, vergaderingsgelegen, een pintje drinken, babbelen over ons visserij. En ik denk 75-76 had Jackie de Win. De krant van Engeland, Engels Society. En dat was de gazette
over het vissen. En daar stond een artikel in van een zeker heer Bruce Asby. Ja. Een zeker heer Bruce Asby. En Jacques zei, godverdikke, als we daar nu eens mee in contact kosten komen. Hè. En in feite hebben we ons stoute schoenen aangetrokken. Ik kon geen Engels. Nul. Echt, ja. Een beetje vloeken, maar dat was het enige. Voor de rest, ik kon, maar Jacques wel. Jacques was wel een vrij clevere kerel op dat gebied. En wat hebben wij gedaan? Dat telefoonnummer dat erbij stond. Maar er stond een heel artikel in dat Bruce een van de eerste Engelse karpervissers was die 20 ponders vond in één seizoen. En daar ging het artikel over. Maar op het einde van het artikel stond er dan wel bij dat hij ook van de eerste rotbuilders, engelbouwers was, die specifiek voor karpervissen Engels ontwikkelden. Ja, we hebben onze groene lerk, en als je dat aanhoort. En er stond ook een adres bij en een telefoonnummer. En Jacques die wint samen met mij, of met mij thuis gebeld, nog in een Bruce Asby, en een afspraak gemaakt. Oh, allee, fantastisch. Echte waarheid, echte waarheid. Dat, dus, een afspraak gemaakt. Dus ik en Jacques, hoe gaan wij dat doen? Hoe zijn tweeën naar Engeland? Want Jacques is geen probleem. We pakken de trein en dan gaan we op de boot en we stappen af en dan zoeken we het kind er wel uit. Dus, zo gezegd, zo gedaan. 'S Morgens vroeg je stende, de boot op. Volkstoom binnen van de boot. Ja, en zo'n rood kabineken. Telefoonkabineken, zo typisch Engels. Jacques naar hem telefoneerden. Nou, dat nummer, en we hadden een vrouw aan de telefoon. Bruce en vrouw, Pauline. Dan moet dat juist lukken. Die nacht was Bruce zijn moeder overleden. Oh. En wij stonden daar. Twee enthousiaste vissers voor die mens te ontmoeten. Voor daar te kijken wat en hoe, wat aan me kost te regelen voor Engels te prepareren en te kopen. En die mevrouw zei, ja, sorry, maar blijf daar rustig staan. Ik ga Bruce en de rechterarm, Mike Harris, u te laten komen ophalen. En dat was Bruce zijn compagnon voor de hengelbouw, Mike Harris. En die heeft ons dat komen ophalen. Die heeft ons dan ook een beetje laten zien de glasvezelen Engels, dat ze toen al afbouwden, de Bruce Asby's. Maar ja, in feite konden we niet verder. We zijn zonder iets terug naar België gekomen. Wel met redelijk wel wat informatie voor uit te leggen. Hey, die Mike Harris had er wel een achtermiddag mee gebabbeld. Maar ja, dus tegen Jacques, ja, als het trouwproces over is, moeten we terug proberen. We hebben dat dan ook gedaan. Dan hebben wij naar Bruce, Maidstone-Rood 153, zal ik nooit vergeten, Chatham. Dat was zijn adres. En als je eraan komt, er stond zo'n heel groot plakkaat met een karper op. En in zijn huisnummer 153. En dan hebben wij een godsgangse dag, anders niet als info van Bruce, ook naar een tackleshop, naar een viswinkel geweest. En daar zagen wij de eerste soort van optonics. Dat waren vipers. Die met dat draadje. Ja, BNJ en Rolon. Ja, Rolon. Ja. En dat was gewoon een ijzeren stangje met die lijn achter me. Ja, mijn portefeuille was zo leeg. Ja, ik had ponden wisten halen op de bank, maar die waren dus op. Maar ook Bruce, ja, wij werken wel Engels af, maar dat is allemaal op afspraak. We hebben geen stokkage liggen. Ja, dus terug met de informatie, de prijzen, uitgelegd terug in België tegen al die mannen. En we hadden een order van 6 Bruce Asby stokken. Ja, dan moest dat toch weer terug omgegaan zijn. Dus we hebben redelijk veel om de weer gekrost en gedaan. Ook nog met andere personen naar match bij. En dat is zodanig gegroeid dat ik door kind aan huis ben geworden, met Bruce. We hebben een beetje heel de wereld onze tweeën gezien achteraf. We hebben Bruce een paar keer uitgenodigd naar vergaderingen van de Zelzaadse, hier of daar, een breugelavond, lekker of dat we weer dat kennen gedaan. Maar ja, aan mijn duur is dat echt wel explodeerd naar iets groots. Een goede vriendschap om te beginnen.
meer. Ja. Ja. En hoe oud was je toen ongeveer? Broers zat in zijn vikingperiode. Zo'n baard, zulke wenkbrauwen en een pijp. Oké. 78. Dan zou Broes ongeveer in zijn 40s geweest zijn, denk ik. Begin 40s. En ja, ik half toen die periode dat echt met elkaar goed liep. Ik half ja, begin in de 30. Ja. Dat die periode was. En dan natuurlijk, ja, je wilt die mensen ook wel eens zien vissen. Ja, ja. Want ja, je hoort dat wel en je ziet dat wel. We hebben wel eens naar het water wisten kijken. Dat is even van, hè. Dan hebben we hem uitgenodigd. Ik heb met Jackie in de Boerenkreek. Ja, oeh, de Boerenkreek, ja, in een tijd. Simpel, ja. Ja, in een tijd. In de Boerenkreek. Dus ja. Hij mocht dan blijven slapen met Jackie. Jackie had dat geregeld. Maar die mannen toen waren dat al gewoon van niet op en neer naar huis te rijden. Die mannen waren gewoon 3-4 dagen aan het water en overnachten. En dat zag ik op hem dat hij een beetje die zijn ding was. Ik moest een paar visjes vangen, maar ja, tegen dat het goed werd, moest hij naar huis. Ja. Want Jacques en zijn vrouw had eten klaargemaakt. En ja, ja. Ah ja, hij mocht niet nachtvissen. Dan mocht hij niet nachtvissen, dat klopt. En dan heb ik het geregeld het jaar erop. In Meerdonk, de zandloper. Dat was mijn thuiswater. Of dat het niet mogelijk was, heb ik naar de eigenaar te vragen, André. Want kijk, jongen, ik heb connecties. Broes Asby, heel bekende visser. Ja, die zijn. Dan hoor ik de begon te flikken, nou, een bekende visser op mijn visput, dat moet ik in binnen halen. En zo heb ik het ook voor elkaar gezien dat we dan ook mochten nachtvissen. Ook al mochten wij dan nooit die nacht vissen. Ja. Maar die Engelsman kwam en dan mocht er s'nachts gevist worden. Dus, maar die zei ook, ja klaar, ik wil wel komen, maar mag mijn vriend niet meekomen? Ik zeg, oei, dan moet ik dat weer gaan vragen. En dat was John Harris, ja. De B-lift van Savvy Lake. Mm-hmm. Zo'n taxichauffeur. Die zijn dan onder een tweede taf gekomen en die kwamen af, bal in de paai. De vis zat allemaal bij elkaar. Zeg tegen Broes en John, zeg, ik denk dat we beter naar 60 voet gaan, kunnen gaan, want kijk, je ziet hier. No way, we start over hier. Ja, dus, dat die vissen gezien en er zat heel veel vis op de tijd. Een grote vis. Een grote vis, ja. 20 kilo al op die moment, ja, ja, ja. 22, 23. Die begonnen door te voeren, denk ik zeg, jongen, stik toch al er hier uit. Dat komt nooit niet goed, we gaan nooit geen vis niet meer zien. We zijn nooit niet meer stilgestaan. Dat waren run achter run. Allee. Ja, weet niet meer, 68 vissen op zoveel uur. Ze hebben er een artikel nog over geschreven. En ja, toen was echt de vriendschap zodanig gesmeed. Dat mijn historie Engeland zodanig is beginnen exploderen. Ik heb 16 jaar achter elkaar naar Savvy geweest voor te vissen. Oh my. 2 keer op een jaar. Voorjaar, achterjaar. We moesten daar zelfs geen vergunning hebben. We werden daar met open armen toen ontvangen. Ik heb hier de Murchison gezeten, Kevin Maddox gezeten, Eddie Little Ritchie, gezeten. Ritchie McDonald. Ritchie gezeten, Lee Jackson gezeten. Max Cottage, gewoon noem ze maar op, de baas Cliff Fox. Ja, ja, ja. Allee, ja. Ik had daar, denk, 4 jaar geblankt. Maar die mannen zeiden, no worry. Dat is normaal. En dan, denk ik, het 5e of het 6e jaar mag eraf zijn. Ik zou in mijn boekjes moeten kijken. Heb ik gezegd, ik stop met te luisteren, maar dan die mannen mij er allemaal van info geven. Ik ga mijn visserij zelf doen. Heb ik dan ook gedaan en ik zal het nooit vergeten en dat is heel spijtig. Broes zijn dochter verjaard, twee stemmen er een week zaten en broes zei ja, ik moet wel naar huis, want mijn dochter verjaard niet, sorry, trouwt. Zo is het. Zijn broes Lin trouwden. Dan zei ik, ga er toch 2 dagen alleen moeten laten. Stefan Blijenberg was altijd bij mij voor Engeland, voor zijn tweede. En ja, broes vertrok, bye bye. Diezelfde nacht kreeg ik naar hun. Ja. En dan vang ik de originele Savvy-vis. Geen uitzetter, originele Savvy-vis. Wow. Ja, en die hebben ze toen naar mijn naam genoemd. Molly. Ja. Mijn tweede naam is van mijn Peter Benny, maar dat is Bechnicht dus.
En ja, die vis die zwemt er nog altijd rond. Dat staat ook in het boek, Savvy Lake van John. Ja. Op naar Savvy, we moeten die vis van ja, ja. En vanaf toen ik zelf een beetje het water begon te zoeken en zelf mijn ding te doen, heb ik praktisch al jaren mijn vissen gevangen. Hoe noemt hij nu weer de bekendste vis van Savvy? Dat was die schub, hè. Er waren er zoveel mee namen. Dat was een spiel. Er waren er zoveel mee namen. De beest. Nee. Prehistoriek. Oh, je had er dan verschillende moes. Je had er dan zoveel verschillende van. Het is een mensennaam. Een mensennaam? Ja. Het... Zou moeten kijken in het boek dan. Dat is jammer dat ik daar een slechte geheugen voor heb. Want dat was een van de eerste 40 ponders. Sally? Een spiegel. Sally? Ah, maar Sally, ja. Sally, Queen of the Valley. Ja. Just. Klopt. Ja, en ik zeg het, ik heb dat magnifieke tijden beleefd, echt. Ze mogen zeggen wat ze willen. Ik heb heel Europa rondgereisd voor te vissen. Engeland is speciaal. Natuurlijk, het is een syndicaatwaterleg of zo. Ik heb Redmayer hier een keer gevist. Ja. Ik heb Peckham hier een keer gevist. Dat was zo wat tussendoor. Maar Savvy, vanaf dat we daartoe kwamen aan de parking. En Peter Broksop, de bekende Peter Broksop, de man met de ijzeren hand aan Savvy. Dat is de regel en de drie dagen, zo zit het in elkaar. Die stond ons met open armen te ontvangen. Zijn vrouw Sue, dat doet hij niet tegen die andere vissers. Die klik, door die en andere reden met mij en Stefan, was dat oh mannen, Gulder loopt niet, hè. Eerst ook twee vrienden die mogen een plek gaan uitkiezen. Oh, echt waar. Dus dat zien we weer, dat willen we niet. We willen hier geen problemen. Maar die mannen zijn allemaal geen problemen. Daar en daar is gisteren dat gevangen, vorige week is daar en daar gevangen, daar en daar dit. We werden op voorhand gebriefd. Wat zijn we hier zeer moeilijk. Dus we hebben maar toen in de tijd 50, 60 vissen op een water van 30 hectare. Ja. Dat is niet veel voor ons verhoudingen. Maar ja, we waren daar echt als gast. Ja. Echt als gast. De gastvrijheid is helemaal anders hè, in Engeland om dat gebied. Ja, vind ik wel. En heel ons visserij is wel wat veranderd hier in België. Is het, ik vind het niet dat het positief veranderd is, als ik het mag zeggen. Nee, de hulpvaardigheid en het is broederschap ik is en de rest kan stikken. Ja, nee? Broederschap is er niet meer. Is er weinig, weinig. Maar ja, zeg het, het is daarvoor dat ik altijd mijn connecties nog heb. Ik heb heel veel zaken gedaan met broers. We hebben alle beurzen gedaan. Italië, ene keer Roemenië, Janssensport in een tijd. Heel veel zaken mee gedaan. Ik heb nog gewerkt met Janssensport. Vrijdagen en zaterdagen in de glorietijd. Massas. Karperengels verkocht. Wekelijks reek ik met een auto van Janssensport om en de weer vol met karperengels. Ja. Dan krom moest, dat was... Ik ben ook nog als student met de trein, met mijn centjes dat ik verdiend had in mijn vakantiejob, naar daar getrokken om dan echt te sukkelen door het station met alles dat ik mee had. Klopt. Ja. En dan kom je aan het station en moet je nog 7 kilometer met je fiets en krijg je dat gewoon niet op je fiets. Ja. En dan 7 kilometer nog te voet, maar je fietst er nog een keer bij. Zo. Maar hilarisch, toffe tijden. Ja, maar daarom zie je het verschil. Hè? Ja. De hedendaagse karpervissers moeten allemaal een beetje op het taloorje gebracht worden, zeg ik. Laat ik hier ook, als er twee auto's een beetje verkeerd geparkeerd staan, dan krijgen we al telefoon. Ik kan er niet door met mijn auto. Ja. Hey, die mentaliteit had er vroeger niet. Ja. Vind ik. Ja, het is niet alleen in de visserij. Ik denk dat dat gewoon een beetje maatschappelijk ook wel zo is. Hè. Dat zal zo wel zijn. Maar ik zeg het, ik heb echt gouden tijden geleefd met broers. Kijk, Maarten Lok hoor ik twee keer in de maand. Zijn telefoon. Ja, Lokkie. Ja. Ken ik heel goed. En hou je nog naar Engeland op de vis? Wel, ik schaam me een beetje, eerlijk gezegd. Voor het verhaal Engeland af te sluiten, ik heb broers in zijn bed gelegd. Hè. Wow. Ja. De laatste uren. Ja.
En hoe oud was dit dan? 78. Ja. Maar ik heb broers in zijn strijden tegen kanker 5 keer naar Bellen gehaald en toch wist te vissen. Ja. Ook al zag hij niet meer. Hè. Ja. Maar toch pakte ik hem mee. Ik heb een eigen plaats aan de Schelde waar ik een zelleken heb. Hij had al evenwichtstoornissen, maar hij had zowel achter zijn ogen, zijn hersenen. Ja. Maar toch bleef hij een drive erin zitten. Ja, nee, ik wil nog komen, ik wil nog komen. Ja. Enfin, ja, dat is meer dan vriendschap. Ja, dat is broers. Welke jaren spreken we dan? Ik denk dat broers nu, en ik kan eraf zijn, 8 jaar overleden is. Ja. Ik ben er een maand naartoe gegaan voor de stok van alles, van ringskes, reloaders, blanks, alles op te maken. En samen met Gary van de Tackle Shop, de bekende Engelse Tackle Shop, samen met Gary dat allemaal te kunnen plaatsen en te kunnen verkopen. Ik zal u nog een anekdote vertellen hoe dat we weer in elkaar zaten. Wacht even, slecht. Hè. Op een zeker moment zei broers op 's avonds laat, alles was geregeld. Morgen moeten we naar een winkel, want ik moet een stoof hebben. Ja, broers, een stoof, ja, centrale verwarming. Als ik hier niet meer ben en de brander vandoor, wil ik niet hebben dat mijn vrouw kou heeft. En dan moesten we zaterdag alles laten vallen naar een plaatselijke winkel. En hij koos op gevoel, want hij zag niet goed meer, samen met zijn vrouw, een oud kachel uit. En die moest diezelfde week nog geplaatst worden, zonder boe of ba. Al moest hij er dan extra 1000 pond bij leggen, dat moest allemaal geregeld worden. Ja. En daar reek ik me aan, ja, de helft van Engeland in de ronde. In Engeland is dat garagepoort maar dubbel zo groot, dan de 2 auto's tegelijk. Die poort, dat is van metaal, die krijg je niet open of je moet man zijn. Die poort die moest eruit, dat moest ook geregeld worden. En er moest een elektrische poort in, dat Paulien, dat hij er niet meer was, verdacht, de poort kon openen. En dan hebben we ons in 2 dan nog samen allemaal geregeld. En ik zeg het, op de zekere avond zit hij tegen mij, dat is genoeg. Het is over. Dat is een, hij voelde het komen. Ja. Dat is eigenlijk een ongelooflijk hartverwarmend verhaal. Hè? Mm. Ja, dat wel, ja. Doe me wel iets. Naar het bed geholpen. Neergelegd, licht uit. Ja. Zijn terug naar België gekomen. Ik had toen al een latrelatie, want mijn vrouw is al 16 jaar overleden. En we hadden een reis gepland. Plus dat ook het WK karpervissen op die moment plaatsvond in Italië. En ik had daar met John en met Gary van den Tekkel, John Harry dan weer terug, en met Gary die avond gezeten van, goh, al die vrienden zijn allemaal weg. Al die namen van karpervissers in Engeland zitten op 2K. En dan hebben we dat kunnen regelen dat hij lang genoeg in bewaring is kunnen blijven. Ja. Totdat iedereen terug was. Ik was terug uit vakantie. En dan hebben we de begrafenis gedaan. En dan hebben we de helft in een urne en de helft op Cervé uitgestrooid. Allee, is waar dat hij moest zijn. Hè? Ja, maar ja, zijn wens was, maar dat kregen we niet voor elkaar, en dat gaat hij nu misschien een beetje raar vinden. Zijn wens was, en heeft hij 4, 5 keer tegen mij gezegd, verbrand mij, draai mijn as in de bollen en voer zonder karpers. Ja. Maar dat kon de familie niet aandoen. Ja, ja, ja. Hij had een zoon en een dochter en al kleinkinderen. Dan hebben we gezegd, daar gaan we niet over klappen. Kijk, ze hebben de urne en hij is deels uitgestrooid op zijn water, voordat hij jaren actief in was. Ja, ja, ja. Is er echt deel van geworden, hè, op die manier? Ja. 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 Dat is wel mooi. Ja. Eigenlijk wel heel mooi. Maar ik zeg het, daarvoor heb ik, ja, sommigen vroeger zeiden wel dat ik een halve Engelsman was. Ja. Iedereen trok naar Frankrijk voor te vissen en deze dommerik ging op het water zitten. In Engeland, waar dat gebeten werd door de roste mieren. En als Stefan dat hoort, die gaat dat zeker weten. Er waren zulke 2 centimeter grote roste mieren. En die beten waren afschuwelijk. En wij gingen dan naar daar. En uren en uren, ja, niet alleen,
Die hadden daar plezante tijd, hè. Maar blinken, niks. En dan hoorden we de mannen die naar Kassijn gingen of naar Sahoe gingen. Dag gevangen, dag gevangen, dag gevangen. En ik als Stefan, op me naar Engeland. Wow. Maar ja, ik kan er geen moment spijt van. Ja. Nee, ja. Nee, maar nee. Dat is ook eigenlijk, daarna is het wat geminderd dan naar Broes. Wel, ik had altijd gezegd met Paulien, we houden contact. Telefonisch doen we dat. Ja. Maar ik had er iets beloofd dat ik nooit in aangekomen. Omdat het toilet nog niet geschilderd was. Ja. En ik zou die gaan schilderen hebben. Maar je hebt hier dan nog een leven en ik kon niet zeggen dat het verwaterd is, want ik kan altijd nog contact met Charlie, Bruce en de kleinzoon. Alles laat dat toe nu, hè. De media, ja. WhatsApp, Messenger. Ja. Ik zeg het, ja. Paulien probeer ik één keer in de maand te bellen. En nu, ja, dan is corona er weer nog eens tussen gekomen. Had ik toch wel de gedachten. Ik heb er nog terug geweest, hè. Ik heb er terug geweest met Van Ander, met mijn vriendin. Dat Broes er al niet meer was. Een paar dagen. Maar dat is niet meer hetzelfde. Ja. Ik ken Paulien vrij goed, maar dat geeft die rare prikkels. Dat is een leegte, ongetwijfeld. Ja, ja, ja. Zij is een hele modieuze, moderne vrouw, maar moest totaal niet van vissen weten. Ja. Die heeft ook nooit niet met Broes meegeweest. Ja. God, als ze dan die telefoon die had, was altijd vissen, vissen, vissen. Want ja, dat was in feite zijn tweede job. He. Want Broes was in feite verzekering hand bij Lloyd. Ja. Maar ja, Broes kost op 2 dagen tijd de job klaren, dan de ander op een week doen. En de rest was vissen, vissen, vissen. Dus die ging altijd minstens 3 of 4 dagen vissen in de week. En 2 dagen zijn normaal werk. Ja, maar ja, Paulien, dat was reizen, yoga en de damespub dat ze daar in Engeland hebben. Ja. Ja. Dus als ik daar ook naartoe ga, moet ik ook niet beginnen klappen over het vissen, wat dat interesseert die mevrouw. Nee, die zegt, dus, de wc. Maar ik zeg, nee. En ja, corona ertussen gekomen en nu zitten wij, als je nu gaat, je zit met die Brexit, ze hebben ons een beetje nog weer afgesloten van het vasteland. Ja, een reispaspoort nodig. Ja, terug. Je moet terug alles weer in orde hebben. Je moet ook maar zoveel uur niet meer verblijven of je moet een extra vergunning. Ja, maakt het toch moeilijk. Maar. Ja. Wel, vissen in Engeland is toch anders, hè. Ik ben helemaal in het begin dat ik werkte vrij veel in Engeland geweest. Ik denk dat Thomas er ook nog geweest is in Bioservices. In Weymouth. En Land's End. Ik ken al Land's End achter penguins gereden, maar dat was, ik weet niet of dat was. Ik kijk in Sea Life, voor het Sea Life, penguins gaan halen en Land's End in Engeland. Ja, Weymouth. Penguins. Penguins, ja, ik had alleen maar een kamionet met penguins terug naar de Blankenbergen om naar die penguins te zetten. Ja. Maar niet met Bioservices, dat is het niet. Wat toen heb ik leren vissen met de centerpin op zo'n semi-snelstromende rivier. Wow, dat is fantastisch. Hè? Zo, we hebben een podcast gedaan met de centerpin ook. Ja. In een storm. In een storm. Helemaal storm. En iedereen binnen. We hebben met de centerpin gaan vissen. Maar gewoon de manier waarop dat ze daar vissen ook. Bijvoorbeeld is, ik kan nooit vergeten, de eerste matchwedstrijd dat ik ooit meegevist heb in Engeland. Om 4 uur geven ze een signaal en iedereen stopt. Mm. Stopt met vissen. We gaan een potje thee drinken. Ja. Disciplineerd. Ja, thee. En er is geen één die doorvist, maar geen één. Er zitten 120 man op een rij. Nee, allemaal stop, potje thee. En dan doen we weer verder. Klopt. Ja, maar dat delen en dat is echt een soort samenhang dat je hier zelf nog nooit vindt. Ik denk, we hebben dan misschien een klein beetje gevoel op Heilakker. Mm-hmm. Ja, daar hebben we SB ook gevist. Hè? Nee, ik heb mijn broers in België, dus zandloper met lokaal water, het land van Go, ik heb met Patrick Bouwers. Ah, ja. En dan zei broers tegen Patrick, jij zei zot, mochten die nacht vissen, hè? Ja. En ja, we gingen dat wel doen natuurlijk. En Patrick had zijn bed in het water gezet met zijn lieslaarzen in zijn slaapzak. Echte waarheid, ontbosken.
in de gavers en bosken. En ze zat daar juist te kijken. Van, hè? En nu moet het bootje pakken en hier varen en onder de kabel met een lood in je mond en erop in het natuurreservaat. Die mannen die keken en ze denken dat. Ja, Land van Goor hebben we gedaan en we hebben Kempisch Kanaal. Daar heb ik redelijk wel wat met broers en John gezeten. De Goorhoeven hebben we ook eens een paar keren gedaan, omdat in het Kempisch niet liep. Dat hebben we nog twee keer de Goorhoeven gedaan hebben. Maar Marokko. Marokko die hielden we helemaal in het begin. He, de, van de makken daar, Marokko, vissing, met de kikker wat daar. Bin El Kidan? Ja, ja, ja. Dus de, bij mijn groepje toen de zeil zaten, had pioniers. En wij gingen, de zeil zaten ga down east. We hebben nog diarexen voor gegeven. En daar zijn wij Roemenië, Kroatië, Tsjechië, die landen beginnen uitpluizen. Oh, ja. Ja, we hadden daar iemand die heel daarin gedreven, Rudy Bru, Rambo. Nou, misschien naar deze Rambo, ja, hij heeft rugbyspeler geweest, de kast van een vent. En die had hier aan het daar wat gehoord en daar zijn wij Kroatië gedaan. In heel schoon water, echt schone vissen. Echt prachtig. En ja, broers jongen, we moeten naar Kroatië. En er was een opkomende persoon, Paul. En die was dus gestart op mijn beetcompagnie. Ja, voor die jongen was dat misschien wel een schone start geweest. Er was gewoon een vissenvanger geen tractor, dat hij zijn beet kon promoten. 1280 kilometer, hè, daar naartoe. Heel dat water afgevist met netten verkopen voor Europese landen. En we wisten het niet. We hebben er 4-5 dagen zonder een tuut, zonder een piep. Dat is normaal. Ik ging naar de winkel en er was een caféken en dat juffrouw van Melita. Ik had hier de vorige keer alles mee gebabbeld. We hebben een normaal geprobeerde gesprek aan te gaan met een beetje Engels, een beetje Duits. En die zei, vis weg, hè? Ik zei, hoe vis weg? Ja, vis weg. Hè? Die deed er dan uit met handen en voeten. Dus we zaten er een beetje nat. Dat is ook geen van. Maar oh ja, we hebben overal een beetje gezeten. Ook met broers Italië gedaan. Een paar keer met broers. Ja. Nogmaals, hè, schone tijden. Ja. Maar ik kan, ja, door dat liggen mijn connecties daar in Engeland wel vrij goed. Ja. Ik heb een beetje van alles gedaan, hè, op dat gebied. Ja, als je nek uitsteekt, hè, en ik kan het niet laten. Ja. Zo dom blijf ik altijd met een nek uitsteken. Er zitten hier nog een paar van die schuldigen op dat gebied. Denk ik persoonlijk, ik heb altijd in het verenigingsleven gezeten. Als jonge kerel, aquarium, dat sprook me ook altijd aan. Ja, heb ook ik ook in het aquariumwereldje gezeten, als jonge gast in de Waasse aquariumvereniging. Ja. Maar ik kon me dan ook niet houden. En er was dan zeker een oudere heer, want ik was toen een jonge snaak, van Sint-Niklaas. Oh, Frans, je moet dan maar eens afkomen. Ja, maar hoe moet ik daar geraken? Ik zeg, ik kan wel met de bus komen van de Klingen. En met de bus, daar, aan de Witte Molen, naar daar. En die prachtige aquarium staan, die mensen zijn living. Volledig ingebouwd. Amazonegebied, hè. Die selecteerden. Oh, mensen, lieve deugd. Ziek is dat. Ja. Microop had mee te pakken. Ik heb dat jaren gedaan, maar zodanig. Dan kon ik huiskeuringen om het duur te doen. Door Van Nieuwenhuizen. Als je boek leest over aquarianen, Van Nieuwenhuizen is daar een van de grotere mannen van. Ja, ik kon weer niet stoppen, ik moest tot het uiterste drijven, ik moest ook huiskeuring laten doen. Maar ik heb altijd in verenigingsleven gezeten, altijd. Zo zijn we elkaar tegen het leven lopen, hè? Ja. In de, wat groot, ja, een aquarium. Een aquarium, ja. In een aquarium. Dat verenigingsleven, op een bepaald moment is de VBK er ook bijgekomen met Patrick en zo. Wel, dus er was een Belgische karperstudiegroep, hè, ja. Dat Patrick Bouwers toen in een tijd gedaan had, waar ook Luc de Baats en Etienne Kind en nog bepaalde personen zaten. Die hebben een paar jaren gedraaid, maar toen door omstandigheden is dat gestopt en uiteengevallen. Maar ik had altijd nog de zeil zaten. En Patrick heeft ook een aantal jaren
bij ons lid geweest in de Zelzaatse, omdat hij zandloper ook bevestigde. En dat was dan gemakkelijk te combineren van Zulte, vergaderings kunnen doen en dan zijn visje doen op de zandloper en dan naar huis. En ja, er was geen Belgische vereniging niet meer buiten de Zelzaatse en op de slangen een keer. Telefoon Patrick, zeg ha, hou eens. Ja. Kost dat uitleggen, zeg ja, dat is wel spijtig, ja, ja, ja. Kunnen we er niks aan doen. Kunnen, ah ja, klaar, de koppen met elkaar gestoken, ik naar de Fazantenlaan in Zulte, waar dat hij woont. Ik zal het nooit vergeten, die naam, Fazantenlaan. ja, beginnen babbelen, hoe kunnen we dat doen? En, de keukel, Etienne Keukelier, Etienne, die zat Keukelier, denk ik. Die zat er ook toen bij. Ja, die man, de stichters. Dat beginnen op te zetten en het beginnen uitdokteren en ja, zijn we weer gestart. In Zulte, in een zaal, de allereerste keer. En dan heb ik Bruce en John uitgenodigd voor een diarrees te geven, Savé. En dat was helemaal in het begin. En dat is uitgegroeid, hè. Beginnen lopen. Ik heb altijd in het bestuur gezeten. Ja, samen met Patrick en tot wat het nu is, hè? Ja, ja, ja. De VBK, toch ja, een redelijk bekende vereniging. Het is een begrip, hè. Ja, we willen meer. Als je ziet hoeveel karpervissen dan er zijn en het aantal leden dat we hebben. Maar ja, het is niet simpel. Ja, ja, maar dat is iets wat mij wel fascineert. Want ik heb altijd gedacht, de hengelsport is aan het verdwijnen. Toen ik begon te vissen, zag ik eigenlijk niet zoveel mensen niet meer vissen. Ik had nooit gedacht dat dat zo immens populair weer ging worden. Er zijn waarschijnlijk nog nooit zoveel vergunningen geweest als nu. Ik weet dat er in Vlaanderen, ja, ik zit bij de bron, 181.000 staatskaarten zijn uitgegeven. Fenomenaal. Ja. Maar als je dan ziet, we dan terug te schakelen, Sportvisserij Vlaanderen, alles bij elkaar. Ja, Sportvisserij Vlaanderen, maar je hebt er nog een overkoepelend orgaan boven. Hè. Mm-hmm. Omdat we gekoppeld zitten aan Sport Vlaanderen. Wij moeten ook verenigingen onder onze koepel houden, alles wat met dieren te maken is. We hebben er ook nog de VOE onder. En de VOE is ondervereniging. En je hebt Saint-Hubert en je hebt de VOE. Maar dat zit in het overkoepelend orgaan. Ja, okay. Dus denk vissersleden rond de 15.000. Maar dat is een peanut, hè, nog van dat er staatsvergunningen zijn uitgeschreven. Leden van Hengelsport Vlaanderen? Of leden van, niet van de VBK, nee, dat zit rond 2000? Nee. Sportvisserij Vlaanderen heeft alles onder. Hè. VRF, de Roofvisfederatie, okay. Het Zeevis en Strand, Zeevis en Boot, de competitiemannen, ja. De recreatievelingen, die mannen die gewoon dikker. Ja. Het zit er allemaal in, de vliegvisserij, het VBK. En dat is 15.000? Dat is een plus minus 15.000. Dat is enorm veel, denk ik. Ja. Ik vind het te weinig. Ja, dat is maar ja, dat ben ik dan. Nu dat we daar toch op verder hadden. De 15e heb ik vergadering in Blankenbergen, het bureau van Sportvisserij Vlaanderen, met Sportvisserij Nederland. Ja. En dat is totaal een ander verhaal. Ja. Sportvisserij Nederland heeft dat voor elkaar gekregen. Iedereen die een viskaart koopt, dat of de staatskaart, is lid van Sportvisserij Nederland. Ja. En als je dat ziet, wij hebben in Blankenbergen twee vaste personeelsleden. Er is eentje te weinig, zoek nog iemand. Als je weet, Sportvisserij Nederland, 32 actieve werknemers. Ja. Dat is een bedrijf. Ja. En die kunnen veel meer verwezenlijken dan hetgeen dat wij kunnen. Mm-hmm. Daar zit het groot verschil. Probeer via A en B, Natuur en Bos, voor dat toch ergens binnen te dringen van, is daar geen mogelijkheid? Als daar aan de staatskaart een automatisch lidmaatschap aan het overkoepelend orgaan aanhangt, dan zijn we er sowieso uit. Ja. En dat zou tof zijn, want dat weten de vissers, een deel van mijn vergunning, dat geld dat ik dan betaal, gaat daar naartoe. Want nu, waar gaat dat naartoe?
Nee, dat is een vraag, dat kan je wel stellen. Wat gaat er naartoe? Want visuitzettingen gebeuren niet, denk ik. Ja, in elke regio heb je van A en B visserijbiologen. Ja. Maar wat heeft A en B gedaan? Niet vervangen. Pensioen, niet vervangen. Persoon die weggaat, niet vervangen. Op het ogenblik, like of voor Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen een toop en een stik van Brabant, heb je één visserijbioloog. Alain. Ja, Alain. Ja. Onze vriend Alain. Ja. Isebout doet het stik Antwerpen, Kempen en. Hè. Die mensen zijn ook, dat is niet voor het een of voor het ander, die zijn overbelast daar. Ja. Die kunnen dat ook niet meer. Ze doen niet in de periode. Logische wezen, ja. Ze toen niet in de periode nemen nu met die vissterfte, waterstanden en die, ze hebben iemand aangenomen nu, Zeger. Zeger is aangenomen. Die jongen is allemaal aan het inwerken en dat is feitelijk mijn aanspreekpunt, Sportvisserij Vlaanderen, Zeger. Dat is onze tweede. En ik probeer dat ook, maar er zitten er nog mensen veel hoger en boven. Die daar totaal nog niet zien zitten, denk ik. Ja. En voor het Nederlands systeem een beetje maar, te handhaven. Ja, ik vergelijk het met een aantal beroepsfederaties die er zijn. Allee, die 14.000 mensen binnen een bepaald beroepvereniging, maar daar heb je zoveel onderverenigingen ook. Maar sowieso word je lid van een van die onderverenigingen, zit je sowieso in die beroepsvereniging. Tout court. Ja. He, en daar zie je inderdaad dat er professioneel veel meer mogelijk is. Het is, ik denk, in al die beroepen die er zijn, en al die beroepsfederaties, zie je dat. Ja. En er gaat dan eigenlijk, als ik hier hoor, 118.000 staatskaarten, dat gaat over 10% die dan een beroepsfederatie vormt. Ja. Maar het klopt wat je zegt. En dan zie je inderdaad dat er x aantal mensen zijn die daar professioneel mee bezig zijn. Ja, volledig mee eens. Ja. En het geld van die vergunning, heb je er een zicht op waar dat er naartoe gaat? Ik stel een ambetante vraag. Dat is een zeer ambetante vraag. Ja, maar toch wel belangrijk voor de vissers. Ze hebben ons nu laten doorschemeren door de crisis dat er 50% minder uitgaven gaan zijn voor visuitzettingen van A en B. Dat is nu al medegedeeld. Je hebt A en B en de provinciale visserijcommissies. Ja. En daar stroomt ook geld van. Voorbeeld Rode Sluis. Hè, hier, voorbeeld. Daar wordt geld opzij gezet van de provinciale visserijcommissie. Dat aangestuurd werd door A en B. Je weet, ons landje moet altijd ingewikkeld in elkaar zitten. Ja, duidelijk. Anders kunnen we niet functioneren. Het is... Als ik hier gestart ben in 2015, dit water kwam vrij, wist ik van de schepen in hier. En ik had gezegd, toen zat ik niet meer Sportvisserij Vlaanderen, ik zat ik bestuurslid VBK. Jongens, daar is het voor het VBK. Zo schoon water, het zou de eerste kreek zijn, echte kreek, dat onder het VBK kost. Dus ik ben hier naar het gemeentehuis geweest. Ja, maar dat is niet van ons, hè. Dat is van de polder. Ja. Polder besturen. Had ik de naam, telefoonnaam en telefoonnummer. Ik heb die meneer gebeld. Jammer meneer, dat moet je met mij niet regelen, dat moet je met mijn secretaresse regelen. Jullie nog een secretaresse ook. Om een duur wist ik waar het moet zijn, dat was met Ann Dalman. Die hier een hele grote veeboerderij. Die aangecontacteerd en dat uitgelegd en dan hebben we eerst keer afgesproken hier in het polderhuis waar dat ons doelen waren. En ik had van Mark Hoedemakers ons planning, waterbeheer en toch redelijk papje dat VBK al had van de ervaring daar ook mede gedeeld en op tafel en Jan zei dat is het. Ik zie dat wel zitten met zo'n vereniging, dan zijn wij van die miserie vanaf. Ja. Geld doet dat ding, geld betaalt de pacht en het is klaar. Ze zei, het is wel niet zo simpel, want die pacht moet in gesloten envelop op die datum binnengeleverd worden. Ja. Hey, dat is typisch ook weer iets typisch Belgisch, denk ik. Jop. Dus ik had te raden gegaan met het bestuur en ze hadden gezegd, kijk, tot dat bedrag. Ja. Dus ik een briefje, dat bedrag, envelop, afgegeven.
Ik wist dat er nog kapers op de kust waren. Maar ja, die konden er niet aan. Dus VBK had de kreken hier in Moerbeke. Ja. Ja, plannen, beginnen denken, hoe kunnen. 3 weken nadien kreeg ik telefoon van diezelfde aan. Frans, ik heb slecht nieuws. Wat bedoelde aan? Ja, het zal niet doorgaan. De provincie heeft ontdekt dat het toch geen privéwaterpolder is, maar dat het een openbaar water is. Ja. Dus al die jaren daarvoor was dat hier niet gekend dat dat een openbaar water was. Er moet er iemand van zijn leven op een stafkaart een klein streepje gezet hebben dat dat geen verbinding had met bevaarbaar water. Maar als je dit allemaal gaat uitpluizen, moet er ergens toch terechtkomen. Moervaart, zo. Ja, ja. Weg, weg. Zag dat niet waar, hè. Allee, we stomen zo ver. Ze zei, maar kijk, er is zeker een Alain Moerman. Die heeft een afspraak hier met ons op Bireel, in de Moerbeke. Maak dat er ook zit. Nou ja, akkoord, zal ik er ook zijn. Hè. Dus Alain Moerman die staat in voor Oost-Vlaanderen, de Provinciale Visserijcommissie. Ja. Ja. En daar heb ik dan de eerste keer de 2 Alains. Alain Dillen was er ook. Ja. Op dat bureau. Dus die mensen waren gewoon aan het zeggen van ja, kijk, zo en zo en zo zit het in elkaar. En het is gewoon een openbaar water. Mensen mogen daar komen vissen met een staatkaart. Maar dat, hier zaten geen pad meer. Die bomen waren toen allemaal afgezaagd. Hè? Er waren allemaal knotsen en het wiel er een beetje, en er gaan er nu wel een paar op de nachtigste zolder zitten, geterroriseerd door bepaalde personen. Ja. Hè? Een klein groepje en die zei, jij mocht erin, jij mocht er niet in. Ja. Dus, kan ik toen de vraag gesteld, wat is jullie plan hier dan met dat water? Hoe bedoelde meneer plan? Ik zeg, sorry, ik zeg, heb je wel dat eens bekeken? Je kunt er hier niet door, er zijn geen visplaatsen. Dan was het allemaal uitgekalverd, gevrongelijk, om hier te vissen. Zeg, gaat je dan ook een stoute schoenen aangetrokken, laten verloederen? Of dat de andere staatswater zal laten verloederen? En dan heeft Alain Dillen gezegd, ja, die meneer heeft wel iets. Okay. Klopt toch wel iets niet. Laten we ons daar nog even over denken en we gaan maar zien wat we kunnen. En naar aanleiding van dat is de stuurtwerking. Ja. In leven geroepen, heb ik zonder te overdrijven meer dan 10 vergaderingen voor gedaan. Ja. Op af, uitgelegd hoe kunnen we het niet, is er wel volk, hoe dit. Ja. Totdat het allemaal op papier stond. En hebben wij een go gekregen in 2016. En van, dat is het pilootproject geweest, dat was tot in Brussel tot in het ministerie geweest. Hoe dat hij liep en hoe dat hij draait. En zo zijn er nu al 13 andere stuurtwerkingen uitgevoerd. Ja, chapeau. Ja. Hetzelfde verhaal met de Bentillenkreek. Hetzelfde verhaal met Bentillen, ja. Dus hier is een ander verhaal. Hier hebben wij een medebeheercontract uit de bus gesleept. Ja. Het is niet alleen dat wij visueel controle doen op de visserijwetgeving, maar wij doen hier ook alle onderhoudswerken. Ja. We kregen daar een budget voor, dat komt terug, he. Van ons vergunningen ergens. Dat staat in ons overeenkomstcontract dat we hebben met ANB en de Provinciale Visserijcommissie. Maar daar staat ook duidelijk ons taken in beschreven. Maaien, snoeien, visplaatsen, visuitzettingen en dergelijke. Rapporteren van overtredingen en op het einde van het jaar moeten wij verantwoorden wat hebben wij met ons budget gedaan. Ja. Dus, en Bentillen is gelijkaardig, die hebben ook een medebeheercontract, maar alle anderen hebben gewoon een contract als stuurtwerking. En die doen, leg of Dender 1, dat is ook VBK, die doen alleen visueel controle op de visserijwetgeving. Ja. En daar stop ik mee. Die stuurtwerking, dat is wel echt een zegen voor sommige wateren. Ik denk ook, ik vind altijd die mensen zijn zo, vind ik, enorm dapper die dat doen. Wat moet dat maar doen op als mensen afstappen die een vis in een zakje naast hen erin hebben en zonder dat je echt macht hebt en op wijze. Ik vind dat zeer bewonderenswaardig. Persoonlijk vind ik dat ook, maar er zijn ook tegenstanders die dan zeggen, wij moeten al 48 euro betalen voor een staatskaart en dan moeten we de verdomme zelf nog op toezicht gaan houden. Ah, ja. Maar er is
En dan probeer ik dan te prediken, zal ik maar zeggen. Er is geen optie niet meer. Ja. Wij hebben hier voor heel de Vlaanders één persoon die ik kan contacteren als wij niet meer bevoegd zijn. En dat is iemand van ANB ook. Ja. Een viswachter. Maar Filip die zei, ik kan dat niet. Vroeger hadden wij daar en daar personeelsleden voor, maar nu niet meer. Er moet wel iets op poten gezet worden door vrijwillige stewards, want anders is er maar geen controle meer. Ja. Ook dat doet mij een beetje denken aan Engelse systemen, een beetje bailiffs-achtig zelfs. Ja. Ik vind het een mooie variatie. Oh ja, exact. Er zijn erbij die dan zeggen van, moeten wij het nog verwerken? Ja. We proberen dan te zeggen, kijk, ja, je hebt de keuze, hè. Je doet dat als vrijwilliger. Je doet het niet, maar komt dan niet reclameren en zagen dat er niks gebeurt. Ja, klopt. Want vanaf dat er een werking op zit, je hebt een hoop steward en zijn kompanen daaronder. Je hebt iemand die als aanspreekbuis moet dienen voor eventueel klachten in te dienen, dat niet Jan, Piet en Klaas dat allemaal doet, dat een beetje gestructureerd is. Maar als dat niet gebeurt, ja, dan liggen de openbare wateren erbij, like of dat het is. Een stort. En ja, kijk, hier moet je rondgaan, hier word je zelden een blikje zien, of wij controleren op sigarettenpeuken. Ja. En het is zo, wij hebben de bevoegdheid van 2 verwittigingen te geven. En de derde verwitting is de krekenkaart in de vuilbak, niet meer welkom. Ja, dat valt ook wel op het moment dat je hier toekomt, dat hier één heel mooi is, heel netjes, goed georganiseerd, de paadjes liggen er goed bij. Ik zie hier zelfs bordjes met GR-paden die aangeduid staan. Ja, het valt wel op. Hoe heb je de Rode Kreek geërfd als tussenhaakjes dan? De Rode Sluis, sorry. Ja. Koboland. Mm-hmm. En dat zijn de woorden niet van mij, dat zijn de woorden van de visserijbioloog. Die had dat toen al. Ja, dat is lekker voor Koboland. Mm-hmm. Het is liever naar die bepaalde personen die het hier toen hadden, dan naar te schieten. Ja, die waren dan zo hier gewoon, hè. Ja. Van het caféken, we hadden daar gestaan, naar Polderhuis, was er een oudere persoon. Die kwam met zijn fietsje, iep, 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 en rond en die eindigen in de dagvergunningen. En dat was eentje in deze zak en eentje in een andere zak. En die werd niet gecontroleerd, ook geen uitzettingen. Zeg het vuilstong meterzoog. Zo hebben wij ook een rondgang gedaan met die Alain Moerman en die Alain Dillen, om te zeggen, kijk, zo ligt het erbij. Als je een beetje leeftijd hebt, ja, dat hier kon je niet aan het water komen. Dat was allemaal uitgebrokkeld en weggespoeld. En we hebben hier overal schutten gezet en palen gezet en visstekken van gemaakt. Maar, en zo liggen er verschillende openbare water waar niet om gekeken wordt. Hè, of heel veel stroperijen zijn. Ja. En dat zien we dat wij nu wel krijgen. Waarom krijgen wij de vraag van de schorren? Oeh, ja. Ik weet dat perfect waarom je de vraag van de schorre krijgt. Omdat er enorm veel gestroopt wordt, enorm veel zwemvuil ligt. Ja, omdat de sfeer niet echt altijd even goed is. Ja, mensen. Ja. Zijn er onder andere, ik weet niet of je dat weet, stoelen en tafels trotten ze dan in de bomen. Hey? Dus die trotten dat in de bomen. En als het dan kwam vissen, lieten ze dat zaten. En toen als ze dat stoelen en tafels en de barbecue en allemaal. Ja. Dat was één grote stroperskamp eigenlijk. Vanaf zover zit ik nog niet op de hoogte. Ja. Persoonlijk vind ik dat wel goed. Wij hebben dat gelanceerd, dat was een pilootproject. En dan hadden we er nog een paar bij, like of Dender 2 in een tijd, dat de Roofvisfederatie onder hem heeft. Maar we moeten geen reclame niet meer maken. Ja. De personen, eigenaars of bestuursleden van een gemeente, burgemeesters, komt de vraag al naar ons stellen van, hey, we hebben dat gehoord, kan bij ons dat niet? Mm-hmm. Want hey, onder andere Zeger, die heeft een lijst op zijn pc staan van wachtende voor te starten. We hebben bovenschelden, middenschelden, onderschelden, lange leden,
En nu de schorren, ik kan er nog verschillende opnoemen, die ja, zitten te wachten op een werking. Oh, de schorren, de mooiste vissen dat er zijn, die schubkarpers. He. Dat dat zo helder water is. Ja. Bakzwarte schubkarpers. Ja, ja. Wel, we klappen voor ons beurt in nu. Is dat een geheim? Nee, een geheim. Het was een geheim. Kijk, ja. Het is... Wij hebben de 28e een vergadering met de voorzitter van het VBK erbij. Ja. En daar zal de puntjes op de i gezet worden. Ja. En dan denken wij dat we bij januari 2023 actief gaan zijn. Voilà. Onder de vlag daar VBK. Hoeft niet altijd, maar het is een typisch karperwater. En er zijn al 5 stuurden die hun eraan gegeven. Het zijn allemaal karpervissers. Klaar, dan hebben we gezegd, VBK trekt jullie dat aan. Dat is altijd een beetje verschillend. Er zijn er ook gewoon van een lijn verbonden. Oost-Vlaam Lijnverbond heet watersportbaan, zou ik maar zeggen. Ja. Er wordt heel veel wedstrijden en vaste stokvisserij en feeder gedaan. Dan is het ook normaal dat dat naar een andere federatie gaat. Ja. En zo wordt dat wat verdeeld, van links naar rechts, naar de federaties. Nu als je bent nu voorzitter van Hengelsport Vlaanderen, dus je hebt dat zeevissen, je hebt dat roofvissen. Moet je dat dan ook allemaal een keer doen? Ga je dan ook op zee gaan vissen? Dat is over de goodwill van de zeevissers? Of doe ik je nu iets aan? Nee, je doet mij niks aan. Ik zal u rap daar een antwoord op geven. Mijn oudste broer, onze Benny, doet jachtbouw. Ja. Hij bouwde een knikspandjachten tot 17 meter. Oké. Maar die is begonnen zeer klein. Dan was ik al een jaar of 14, 15 en zij ermee gestart. Ja. En zijn eerste... Met scheepjes en een fles of zo. Nee, iets groter. Ja. Zijn eerste was een reddingssloep, à la Titanic-achtig. Dat het daar op die film zit, zo'n oude sloep. Dat was zijn eerste en daar heeft hij dan een Peugeot-moteur en die lag hier op de Westerschelde kruispolder. Ja. En dat was voor te vissen. En wij mochten mee... vissen met mijn oudste broer voor aan die waterpomp te trekken, want er kwam evenveel water in. Die was zo lekker als een Titanic. Ja. En dat was vanaf dat we die vaargeluid gingen voor te gaan vissen om de Westerschelde, moesten we al beginnen. En dat kostte wij een uurtje of 2 vissen, maar dat moest er ondertussen, ik of volgens Jacques, mijn andere broer, pompen met een lenspompje. Nou, best dat geen ijshots naar zo tegenkwam. Maar, ik heb dus redelijk ook wel wat op zee gevist, kabeljauw, tot een spijkerplaat vaarden wij uit. Maar ik durf ook wel in mijn karperperiode, in de winter, naar de afsluitdam op de Geep gaan. Doen dat ook wel eens graag. Ik heb ook wel gezeebaasd hier op de Westerschelde. Ja. Met iemand die echt supergoed zijn weg doorkende, Freddy Kool. Iemand van Verrebroek hier, die vond altijd zijn zeebaas. Zeebaars is de nieuwe hype bij de zeevissers. Ja. Wordt ook weer populairder en populairder. Ja. Ik heb wel een beetje feeling in alles. Hè. Ik heb een beetje roofvissing gedaan, ook in mijn karperperiode dat ik naar Holland door de polders ging. Met een paar ook mannen van de zeilzaadse die in de winter, Spinhengelkje, Corrie Overvlakje, Numansdorp in die côté. Ja, ik heb dat familie gehad. Ja, wat een heel goed water. Door die overvlakte. Maar ze wonen dat niet meer. Ik ben er ook nooit geweest. Dus, maar ik vond dat een sappige naam. Ja. Dus Gild, daar in Vliet en je hebt er een pompgemaal op door die overvlakte. Het water op en af. Er zaten zeer schone karpers in, maar er zat heel grote snoebazen op. Dus ik heb het een beetje, ik heb ook een beetje vaste stok gedaan. Ik heb ook een beetje een feeder gedaan. Ja. Het eerste wat ik niet gedaan heb is vliegvisserij. Denk ik. Ja. Ik heb daar zeer of 2 keren met Kees Amerlink. Kees Amerlink. Ja. Zeer bekende persoon. Ja. Ik had er ook vrij goed contact mee, want toen gingen wij ons blanks altijd halen. Met Kees, nu is de zoon, Sportex. Ja, en Kees was wel een gekende persoon voor de vliegen Engelsen. Ja, ik was juist een beetje bang van zijn vrouw. In de winkel. En ik zie een blik van herkenning. Ja.
Maar het is toch ook de mens die toch wel wat betekend heeft in de visserij. Ja, 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 ja. En hij was ver gekend, hè? Ja. Voor zijn blinks en Sportex, je mocht de nummer opnoemen, die wist te zeggen, oh, dat is die lengte, die etiketescurve, maar het probleem zit hem daar of daar. Ja. Dat wist hij van buiten. Ja, ik ben er nog vaak geweest achter oude dingen om hengels te herstellen of hengels te bouwen. He, als je het daar niet vond, dan was het niet meer te krijgen. Ja. Klopt, ja. Dat kleine rommelwinkeltje. Ja, ja, ja. Er zit er zelfs, ik ben er ooit nog eens binnengelopen en dan vond je daar achter 120 doosjes van molens, stond er daar dan plots een god vergeten 50 jaar editie van een of andere Mitchell Match 400. Een automatic. Man, was dat vergeten dat hij dat had? En daar stond er dan echt zo'n heel speciaal Mitchell, waar er dan 50 van gemaakt worden. Ja. Ah, oh, oké. Dat staat er dan. Ja. Al 10 jaar vergeten. Ja. Je hebt er ook bij uren versleten daar, Kees. Ja, ja, het is ongelooflijk. Het is niet zo groot, maar je blijft er maar dingen vinden. Hè. Je blijft er maar dingen vinden. En bestaat dat nog? Dat bestaat. Ja, ja. Dat is de zoon, hè. Ja. De zoon die... Ja, hij is hier van de grotere verdeler van Sportex Blinks, hè. Ja. En Sportex is een beetje naar de karpervisser de trein gemist. Het is een beetje een cult reputatie. Ja, ja. Dus een beetje Sportex en Armalite Sensory zijn er twee die een beetje achtergebleven zijn. Die veel te lang in de pensluitingen blijven plakken. Ah, ja, maar Sensory, Armalite, dat doet een enorme cult status ook. Ja, ja. Ja, ik heb verschillende keren in de fabriek geweest. Hè. Ah ja. Ja. Nochtans, Sportex heeft vandaag echt wel super, super, super goede hengels. Ja. Moderne, super goede hengels. Ja. Van old school. Mm. Er is een donkerblauwe serie. Old school, gedeeld kurken handvat. Prachtige hengels zijn dat. Ja. Dat zijn echt hengels om hier mee te vissen, bijvoorbeeld. Ja. Tot echt werpkanons, hypermoderne, high-tech hengels. De Morion Stalkers zijn supergoeie hengeltjes. Ja, echt ongelooflijk. Kees Hamerlink. Ja. Ja. Vroeger stond hij altijd op de beurzen ook. De beurzen gedaan. Ja, ja, ja. Visma gestaan. Ja, ja, ja. Wat zei het? Als je in Tim Brown zijn naam noemt, iedereen kent hem. Ik baalde altijd eerst. Om te zien of hij open was. En weet je wat hij in de winter doet, vroeger? Nee. Schaatsen slijpen. Nee. Ja, langklappers. Allee. Ja, doen we ook. Die Friese dingen, die moesten geslepen worden. Die had hij maar zin verstaan. Dat doen we ook. Evert van Bentham, twee jaar na elkaar. Ja. De Alfstedentocht. Ja. Komt dat ooit nog terug? Hè? Nee, maar ik zeg het voor de rest heb ik een beetje toch wel, ja, qua visserij. Alle waterjes doorzwommen zeker, hè? Ja. Dus daar kan ik wel wat mee spreken. Maar als voorzitter van Sportvisserij Vlaanderen moet ik u daar een beetje schetsen. Je hebt al die onderlinge federaties daaronder zitten, hè? Ja. Wij doen in feite het hoofddoel, wij kopiëren en plakken en kopiëren en plakken dat alle federaties fatsoenlijk kunnen werken. Ja. En dat is het doel. Ja, wij zitten ook in een enorme hervorming, hè? Denk ik. Ja. Ja, ik ben nu een jaar en ik hoop dat ik er nu door ben. Ja. Dan nu, wat ik in de eerste voorwoord heb geschreven in het Hengelblad, Sportvisserij Vlaanderen 2.0, kan starten. Ja. Ja. Ik moet opletten wat ik vertel, maar ik heb hier en daar wat heuveltjes. Moeten beklimmen en moeten vlekken moeten wegwerken en he, maar we kunnen hem beter nu op uitbreiden. Want het is de toekomst die... Wat zijn je doelen met de hervorming? Doelen voor de hervorming is ten eerste wat ik mij direct had voorgenomen. Openheid en communicatie. Ja. Dat was er vroeger weinig of niet. De federaties wisten niet wat of hoe dat er allemaal gebeurde. En daar zijn ook wrijvingen doorgekomen. Dus alle hoofd van alle federaties die krijgen altijd
alle verslagen binnen, van gelijk welke vergadering, op gelijk welk niveau. Dat ze exact weten, dat is er besproken geweest. Hè. Kunnen ze ook eventueel ons bijstaan met raad en daad of commentaar opgeven, staan wij voor open. De stewardwerking, die wil ik meer en meer promoten en aan de man brengen. Dat is ook de reden dat ik nu de e-learning ga starten. Ja. We hebben 2 lessen gegeven gehad nog onder de vorige voorzitter, maar corona heeft dan ook daar weer een stokje voor gestoken. Er zijn er heel veel stoeberden die de lessen niet gevolgd hebben en dat is toch een vereiste. Ja. Want het belangrijke is omgaan met agressie. Ja. Want niet alle vissen zijn even beleefd. Maar dat staat nu op punt. We zijn aan de laatste eindsprint bezig. En ik denk oktober dat het personeel de eerste opleiding krijgt. Half oktober, eind oktober, alle hoofdstewards opleiding krijgt. En dan de hoofdstewards naar zijn achterban samen kunnen zitten in een lokaal of met iemand thuis, laptop genomen. Dat ze de e-learning volledig kunnen doorlopen. Ja. Dat ze de 3 verschillende stappen. Wat is de bedoeling van een stewardwerking? Wat is de visserijwetgeving? En wat is omgaan met agressie? Dat zijn de 3 stappen. Kunnen doorlopen. Er is een kleine, op het einde een vragenlijstje, maar dan mogen ze in groep over debatteren en oplossen. Het is niet mijn bedoeling dat je een examen moet doen. Ja. Dat is dat uit een boze, dat moet niet. En dan later, als dat gedaan is, wil ik een rollenspel aan het water. Dan komt de vorige keer was dat de stewardwerking van Club Brugge. Er zijn politieagenten die ook omgaan met agressie kunnen uitleggen in de praktijk. En dat vind ik ook wel interessant. Dat is aan match wel eens nodig. Ja. Dus dat is een puntje waar we heel veel op inzetten. Hoe meer stewardwerkingen, denk ik, in de Vlaanders, hoe beter dat het voor de Engelsport is, hoe meer leden dat we misschien ook kunnen trekken. Het andere puntje is de jeugd. Ja. Dat is een hele moeilijke. Ik heb die ervaring met het VBK. Ik denk dat de modernisering ons daar een beetje nekt naar het verenigingsleven, naar de verenigingen. Ze hebben de jeugd, zou ik maar zeggen, of denken, we hebben dat niet nodig, alles is te vinden. Waarom zouden we ons aansluiten? En VBK heeft het daar ook moeilijk mee. We hebben dan de jeugdcel daar in VBK opgericht. Dat was ook een van mijn denkpistes vroeger. Wat dat wel een succes is, lijkt mij. Nog niet wat ik vind. Ja. Klaar, de bezettingen de laatste jaren waren goed. Maar het zijn dikwijls dezelfde gastjes dan komen. Okay. Ja. Hey, veronderstel ook, je hebt er 10 die meegegaan zijn in Frankrijk. Van die 10 zijn er toch weer 5 die meegaan op Nutritia. Ja. Hey, okay. Het zou wel iets verspreidener mogen zijn. Wat is mijn doelstelling? Dat men ook monitoren gaan opleiden voor de jeugd. En ik vind dat niet meer dan normaal. Als je geen leider zit van een voetbalploeg en je wilt de jeugd trainen, ben je dat verplicht tegenwoordig. Ja. En als iemand van VBK of iemand van Oost-Vlaams Lijnverbond of iemand van VRF een groep jongeren meepakt, is dat Jan, Piet en Klaas en hebben geen papiertje in handen. Het is een grijze zone. Moest daar iets gebeuren, wie wordt er verantwoordelijk gesteld? En als wij die lessen zouden kunnen aanbieden naar de coördinators, naar de mensen die de jeugd meeneemt, een fatsoenlijke opleiding, kunnen we dat wel meetrekken in de verzekering. Want die mannen hebben wel een officieel papier. En nu is dat een beetje een grijze zone. Stel dat er nu mensen zijn die luisteren en die zeggen, ja, maar dat interesseert me wel, steward worden. Hoe kunnen ze daar voor in aanmerking komen?
wil er gewoon al beginnen aanmelden met Sportvisserij Vlaanderen. Naam, adres wordt genoteerd, regio wordt genoteerd. Komt er vraag, ik leg of nu terug het voorbeeld te Schorre. Ik heb dat tegen die verantwoordelijke gezegd, Chris. U zit hier op het water, u kent de mensen, voelt zelf lekker, luistert lekker. Of dan er geïnteresseerden zijn. En wonder bij wonder was er al 5 man op de vergadering. Ja. En ik had dan nog iemand die mij al gecontacteerd had via Sportvisserij Vlaanderen. Ja. Ik ben van die regio, ik wil steward worden. Ik heb die jongen gebeld, David. Ik heb gezegd, de Schorre staat er. Maar dat is achter mijn deur. Ja. Dat wil ik ook wel doen. Oké, dus gewoon een mailtje naar is voldoende. Een mailtje naar of telefoontje naar Sportvisserij Vlaanderen. Die wordt op de lijst gezet. Ik zeg maar, er is heel veel vraag dender. We hebben nu dender 1, dender 2. En dat is tot in Holst. Maar al die anderen zijn allemaal al vragen gesteld. Ja. Ofwel van de gemeente, ofwel van de lokale vissers, of van de politie, noem maar op. Die vragen zijn tot in Gerardsbergen. Ja. Zijn die vragen, maar ja. Het zit wel een enorme dynamiek. Wij moeten kunnen volgen. En zeker is allemaal het inwerken. Ja, ja, ja. Dat komt allemaal wel goed. Maar veronderstel, er geeft dan iemand op en die is van de regio, zal maar zeggen, Gerardsbergen. Die staat bij ons in de wachtlijst. Kunnen wij die contacteren? Kunnen wij hem dat voorstel doen? Want kijk, op dat stek of op dat water gaat de stuurwerking starten. Bent u geïnteresseerd? Mm-hmm. Zo ja, zo nee, is dat ja. Dan wordt hij erbij gezet. Allemaal in een Excel-file. En er wordt contact opgenomen als het start. Vergaderingsje. En die mannen zijn vertrokken. Dus... Eigenlijk mogen we wel een beetje een oproep doen. Tuurlijk, ja. Voor mensen die geïnteresseerd zijn, stuur gerust een mailtje naar Sportvisserij Vlaanderen. We zijn daar hardop aan het werken, dat moet in orde komen. Vooruit. Hè. Ja. Kijk, wat nu in de start staat, is de Schelde. Bovenschelde, middenschelde, onderschelde. Ja. En daar zijn nog ook wel personen voor nodig. Het is Christophe Adonis. Wel gekend, is een van de stuwende, ik kan regelmatig contact met hem. En hij is een beetje de stuwende kracht daar in die regio. Ja. Hij heeft dat me er ook voor opgegeven. Vele anderen maken lichtwerk. Ja, en ook, ik denk dat alleen maar ten goede kan komen van het visbestand, de natuur, alles dat er rond hangt. Ik kan een schoon voorbeeld geven. Pas op, ik heb hier kritiek gehad. Hè. Er is hier ook bagger over me gegaan. Dat zou wel. Geen discussie daarover. Bagger is zo makkelijk. Hè. Ja, kritiek geven aan de kant is altijd makkelijk. Waar ik het voor doe, hè, is liever in een magazine te staan of iets dergelijks, no way. Dat interesseert mij niks. Maar ik ga in een open deurdag, hè, omdat ik een beetje... aan een bepaald merk geplakt zit al jaren, doe ik een open deurdag hier in de regio. En dan komt nou een meneertje naar mij, maar jij bent toch Frans? Ik zeg ja, maar ik heb u toch gesproken op de Rode Sluis? Ik zeg ja meneer, dat kan wel. Ik spreek wel meerdere mensen aan de Rode Sluis. Meneer, echt, ik wil u bedanken. Ik zeg, waarom moet jij mij bedanken meneer? Nu kan mijn kleinzoon zonder problemen aan de kreek vissen en ik ben gerust. Ja. Daarvoor doe ik het. Ja, voilà. Meer niet, daarvoor doe ik het. Al de rest kan voor mij de boom in. Maar ja, dat is toch prachtig. Ik heb iets positiefs, ik heb het wat vooruit gehad in plaats van achteruit. Ja. En ik zeg het nu, de jeugd, plaats van achter die computers weg te krijgen en een beetje... natuurbeleving te laten doen, want dat is toch wel een beetje de visserij. Ja. Is niet doodstaren naar een panneken of naar een pieper luisteren. Het is observeren en beleving. Ik heb mensen die vogels kijken en die altijd op zoek zijn naar ijsvogels. En dan opeens kijk, ijsvogels. Wij zien hele dagen ijsvogels, he, omdat je stil zit en ze passeren. Ja. Dat is eigenlijk ook iets, en nog één puntje dat er ook bij stond, de ladies, de dames. Hè. Yes. De dames ook proberen, er is een Belgisch team, feeder op het ogenblik.
VBK doet ook wel een rubriekje dames, maar het is nog het is niet. Nog povertjes. Ja. Hier heb je een bekende Hengelaarster, Siggy. Ja, ah nee, Siggy heeft hier in haar beginjaren gezeten, maar nu is ze aan het rondzwerven. Oké. Ze is aan het rondzwerven. Ja, die heb ik hier nog een beetje meer raad en daad bij gestaan. Maar hier hebben we Tamara. He. Ah ja. Tamara is ook al een paar keer in het VBK-magazine staan. Die is local. Ja. Dat is de vrouw van een van de stoets. Ja. Van de Carlos. Ja, maar dan ook een beetje proberen voor in al die vistakken. Er zitten hele goede dames in het WK-team mee. Daar wordt heel weinig voor naar buiten gebracht. We moeten ze een keer in de podcast hebben. Ja. Verdorie, dat is een goede idee. Dat is een goede idee. Ja, het zijn Siggy is er misschien wel een geschikte mevrouw voor. Ja, wel. Ze staat op mijn lijst, denk ik. Ze zit op het ogenblik veel in de Limburg, hè? Ja, ik weet het niet. Ik volg ze op Instagram. Ja, mooie kaart. Kunnen we even naar de Limburg rijden. Hè? Maar we rijden wel naar de Limburg, hè, als we onze onkosten terugkrijgen. En ik zeg het, ja, voor de rest, proberen hier en daar... Elektrici. Proberen hier en daar nog wat wijzigingen door te brengen aan de visserijwetgeving. Dat staat ook een beetje, maar dat is ook weer een hele moeilijke natuurlijk. Ik zag de jaagpaden, dat is een moeilijk onderwerp. Een heel moeilijk onderwerp. Ja. Je mag dat weten, ik heb het ook bekendgemaakt. Ik heb vorige week niet al te brave mail gestuurd naar de Waterweg. Ja. Dus de Waterweg is... En zeg het is in Ieper zwaar in de problemen gekomen. Hè. De Damse Vaart, schandalig wat er gebeurd is. Hier de Stekense Vaart, schandalig wat er gebeurd is. Nu kanaal in Vilvoorde hebben ze een ijzeren afsluiting aan het kanaal gezet. De mensen kunnen er ook weer niet meer vissen. Het stapelt zich op. En nu naar aanleiding van het schandaal Kruibeke. Heb ik hem achter de computer gezet, ik heb een mail gestuurd en gevraagd voor een gesprek. Ja. Ik hoor dat ook van andere instanties. Ze zitten precies op een glazen toren en die luisteren naar niks of niemand. Ja. Moet wel zeggen, in de dender hebben ze één toegeving al gegeven. De dender, daar gaan een bocht uit, daar gaan ze al werken. Het SAS wordt verplaatst. Maar ja, gingen er ook weer verschillende visplaatsen weg. Ja. En daar hebben ze een toegeving gedaan. Er komt een oever aangelegd voor de visserij. Maar dat had ook weer heel veel vergaderingen en aarde aan een dijk gebracht voor daar toe te komen. Maar het zijn openbare wateren. De mensen kopen een vergunning voor op te kunnen vissen op een openbaar water. Maar dat ze dan na eerste afsluitingen meer als hekwerk moeten gaan zetten, waar gaan we naartoe? Voor de luister was, wat is het schandaal Kruibeke? Schandaal Kruibeke, onder andere in de gebrekenstelling door de gemeente Ieper, waaraan ze nog niet op geantwoord hebben. Nee? Dat verhaal is al van 2011. Ieper, dat is Tuske Aven. Er zijn bodemanalyses gemaakt 2011. Waar dat uitkomt dat daar één grote chemische troep is in die bodem, dat al lang moet gesaneerd worden. En wat krijg je dan? Temperatuur gaat omhoog, dan gaat er dan nog een laagje op, dat begint er allemaal te koken en te broddelen en die vis ligt dood. Ja. En alle jaren komt A en B daar terug vis uitzetten. Ja, beetje zinloos. Zinloos, totaal zinloos pak het hier staan. We hebben geluk, we hebben de schepenen mee in Ieper. Die vis-minded is, die de stappen gezet heeft voor de waterweg in gebreken te stellen. En Sportvisserij Vlaanderen stuurt die te volle. Ik heb er ook een gesprek gehad met die meneer. Er moet iets gebeuren. En bepaalde personen die in een andere, moet ik zeggen, in ook een overheidsinstantie zitten, die zeggen dat ook, maar die moeten een beetje zwijgen in het verhaal. Is het niet zo dat een stuk van het probleem is dat heel veel actoren, boswachters en dergelijke, dat die niet vissers-minded zijn, maar vooral vogels-minded zijn op een of andere manier? Ik denk maar aan de meanders,
die zijn dikwijls in slechte staat. Maar voor de vogels bijvoorbeeld is dat een goede staat. He. Want ja, het is dan het over de moeras, dit dat. Maar voor de vissers is dat dikwijls een rampen. En terwijl dat, dat ook waar een de functie is van dat te onderhouden. Je hebt daar verschillende mensen onder. Ja. Ja. En dat is een vraag die heel moeilijk te beantwoorden is. Ja. Je hebt erbij die wil er ook interesseren wat er onder water is, maar gelijk of dat is echt, je hebt erbij die alleen maar naar de toppen van de bomen kijken, ja, en dat daarin zit en die daar de prioriteiten aangeven. Ja. En dan is het een beetje aan mij welke toetsen ik bespeel als, ja, het daarop aankomt. En ik heb er wel al een klein beetje ervaring in. Ik weet wel welke personen zich wel elders zullen inzetten voor het waterleven. Je weet het of je weet het niet. De Rode Sluis is de broedplaats van de kleine modderkruiper. Van hier, vanuit de Rode Sluis, is er al uitzettingen gedaan, kleine modderkruipers, naar andere water. Zeer, zeer zeldzaam, hè, kleine, ja, modderkruiper. Ja, ja, ja. Dat moeten natuurlijk dan ook koesteren en ook uitspelen. Want kijk, de mannen van de Rode Sluis werken mede aan. Hè? Ja. De vissers werken mede aan. Van de standhouding soorten. Van. Ja. Maar het is, tis, één persoon als boswachter, en voor mij, die heeft zoveel macht over hoe dat het onderhouden wordt. Als je zegt, een goede boswachter hebt, die dat water onderhoudt, en hij wordt opgevolgd door een die alleen maar geïnteresseerd is in ondiepe wateren, je ziet heel dat landschap veranderen door gewoon door die mening van die ene persoon. En dat is toch ergens fout, dus dat moet een soort rechtlijn zijn. Of... daar heb je wel gelijk in. Maar door de een of andere reden, hè, en nu gaan we natuurlijk politiek toetsjes aanraken. Natuurpunt. Ja. Aantal leden. Dacht het dus. Wie zit er allemaal in? Mensen van de stad. Advocaten, dokters, noem maar op. Allerlei. Ja. Die zijn wel een beetje, moet oppassen wat ik vertel. Monopolistisch. Ja. Die zitten in ons vaarwater en. Ja. Vooral Bentille. Ik heb met die mens daar gesproken die op de minder invalide steiger zit. Die mens die bedankt mij altijd. Door u kan ik hier nog komen vissen. Op Bentille had ik het contract voor de Herman de Roek, degene die die speciale steigers zet voor minder validen. Alles was in orde. Het geld was in orde. Een natuurpunt zei, ah nee, hè. Hier met ons, nee, hier komt geen minder invalide steiger. Ja. Ik wil maar hebben, weer hetzelfde. Ik heb een gesprek aangevraagd en er is een mevrouw dat daar te woord staat, maar die was dan hoogzwanger, dus uitgesteld. Maar ik ga dat gesprek aan. Ja. Ik vind dat we samen moeten kunnen werken. Er moet bruggen gesmeed worden. Er moet samen kunnen gebabbeld worden. En er heeft daar een artikel gestaan over de grote vis van Kelkteroef. Ja, het is een varken van het water en hij woelt alles om en het is een en al. Dat heeft Natuurpunt op Facebook gezet. Ja. Allee, ja. Ik wil maar hebben, naar aanleiding van dat heb ik mijn vragen beginnen stellen. Met wie kan ik terecht? En dat is een mevrouw en die was ook zwanger. Klaar, dat kan ik daar aannemen. Maar ik ga dat ook niet loslaten. Ik ga daar op in en vragen van dat me wees. Ja. Samen door één deur moeten en de samen de natuurbeleving moeten kunnen doen. Maar dat is toch, ik vind dat is een monopolist. Vroeger had je vogelbescherming, vroeger had je dan de andere voorloper van Natuurpunt, die samen gaan en die hebben een enorme macht. Ja, en dus, dat vind ik zeer fout. Waar zijn de andere natuurbewegingen? Waar bestaat er dan geen tweede natuurbeweging? Het is allemaal gestart met de wielenwaal. Ja, de wielenwaal. Wat we aan die gedaan hebben, die zijn kapitaalkrachtig. Hier een x-aantal kilometer hier vandaan, daar heeft de 12 gemeet. Prachtig. Natuurkreek. Ja. Grote oude palen erom, prikkel eraan en een bord. Verboden toegang. Ja, ja. En ik heb dat overlaatst tegen de schepenen gezegd.
Die vroeg mijn mening. En daar heb ik dan ook vlak af gezegd. Sorry, maar dit kan niet. Als het die vereniging past en je bent braaf, mocht je één keer op de twee maanden eens mee op het patchen, op de wandeling, die zullen eruit stippelen. Ja. Ja, is dat een natuurbeleving? Ja. En zullen mogen we daar doen en laten we dan ze willen. Het is zo'n water bij mij thuis ook en altijd ook. Hè. Ik kan er zelfs niet op, het is afgesloten, ja. Ketting. Ja. Ja, jammer. Ja. Ik probeer daar ook iets aan te doen, maar... Soms is het een beetje buiten uw macht en ja... Je kunt ook niet overal tegelijk zijn, hè, maar ik denk die dialoog... Allez, we moeten dan ook opletten dat wij als vissers ook niet gepolariseerd worden. Nee. Ten opzichte van Natuurpunt bijvoorbeeld. Want, allez, vanuit ons standpunt moeten we zorgen dat we niet exact hetzelfde gaan doen. Ja. He, door op dezelfde manier te gaan denken en alleen het conflict tussen haakjes. Die spanning alleen nog maar te vergroten. Ja. Ik denk er is altijd een kant die gaat moeten blijven werken aan die dialoog. Ja. En ik ben er echt 100% van overtuigd dat die samenhang. He, stel je voor dat we elkaar echt vinden erin, he, dan kunnen we nog zoveel meer doen. En ik denk dat de juiste weg is om te gaan, als ik dat mag toevoegen. Ja, eerst proberen samen te komen, samen te babbelen. En het zal altijd wel, lag die op de andere kant, een beetje water bij de wijn doen. Want op dat jaar, denk ik, die positie heb in Sportvisserij Vlaanderen, daar komt het op neer. Je mag het nog zo goed uitgeleend hebben en zo goed in je gedachten hebben, maar als het op tafel komt, moet er links en rechts toch altijd wel iets gegeven of genomen worden. Maar compromis? Dat is een compromis. Dat is eenmaal zo. Dus ja, ik blijf aan de weg timmeren op dat gebied. En ik heb er heel goede medewerkers van op het secretariaat. Die doen daar ook wel de uiterste best. Wat dat wel mooi is, is je niet verzuurd. Hè? Ik had wel de indruk dat je positief bent. Ik heb nog geen standpunt vergeten. Dat zijn minder valide. Ja. Dat gaat er ook bij komen met Sportvisserij Vlaanderen. Christophe, een van de medewerkers op het secretariaat, is hem daar ook in te verdiepen. Dat men die mensen, hier heeft nog maar één voorbeeld gezeten, maar er zijn veel meer mensen die een beperking hebben. Ja. Dan klappen men soms ook geestelijke beperkingen. Mm-hmm. Dat men die ook kunnen ondersteunen en die ook kunnen laten genieten van die schone hobby dat men hebben. Voilà, en posttraumatische stress bijvoorbeeld? Onder andere. Ja. Jonge gasten een beetje een autistische trek hebben, die toestanden. Die. Ik ben ooit nog op stage, inderdaad, mensen met een geestelijke beperking gaan vissen. Ik spreek over een kwart eeuw geleden ondertussen. En wat merk je, is dat je eindelijk die mensen een keer van tussen die vier muren haalt. Ja. En je voelt dat zo die druk wegvalt en dat er plots is er een dialoog. Ja. En die zijn anders zo getraind in het instellingsleven. Maar ze zijn er eigenlijk getraind van. Hè. Mm-hmm. Ze zijn eruit en ik heb plots een gesprek. Heel anders. En dat is een middel om. Ja. En ik denk dat al bij al hengelsport sowieso een manier is om net zoals zoveel andere sporten en hobby's. Klopt. Om een keer van een afstand naar iets anders te kunnen kijken. Mm. En dingen in perspectief te zetten. Dus ik stel voor dat we met die mensen die enkel naar de toppen van de boom kijken, een keer gaan wisten. En wij gaan een keer mee met hen. Ja, maar dat is wel. Perfect. Er is nog veel werk voor de boeg. Ja. En die hervorming. Ik wel, onder andere het vislijnen recyclageproject is stopgezet. Dat vind ik persoonlijk. Ja, maar ik heb echt een hele zak thuis. Klopt. Die milieucel, bestaat dat nog? Nee, dat kan ik even uitlichten. Jelle heeft dat gedaan. Nee. Onmogelijke drive, die persoon in kwestie. Klaar. Door omstandigheden van het vorige bestuur heeft Jelle zijn activiteit stopgezet en heeft hij zijn ontslag gegeven. Ik heb daar iemand anders voor gezocht, die ook aangenomen. Die iemand die stage gelopen heeft met Jan Eindelen in AMB. Die was redelijk wel gestart.
waterstalen en. Maar ik werd dat gewaar dat dat niet zijn ding was. Ja. Dat slamaktige een beetje, dat was niet meer vol overtuiging. Ik heb er dan eens mee gesproken en gedaan en hey, puntje bij paaltje komt het en nee, het is niet echt. Ik had al, hij was andere dingen beloofd geweest, hetgeen dat het was. Ja. Het is niet alleen alle dagen van nieuw viswater, er is ook een deel administratief werk aan en daar was de jongen zijn ding mee. Ja. Niettemin dat hij wel een bachelor had, biologie, dus het was geen domme rik, totaal niet. Ja. Maar ja, die zei van kijk, ik ga het niet meer op de keel zetten, zoek iemand anders en we zullen wel zien. Maar ik heb alles lekker op punt beginnen zetten, ik heb alle dossiers beginnen bekijken. Hoe dat dat allemaal in elkaar zat. We hadden daar een labo. Want je hebt een labo voor nodig. Je hebt er instrumenten voor nodig. Van alles en nog wat. Ik heb alles eens bekeken en alles gedaan. En dat was een vliegpost. Ja. Zo simpel is het. Plus dat hij iets dat zodanig specifiek is. Dat ik persoonlijk dacht, en ik heb dat dan ook voorgesteld aan het bestuur. Laat ons dat aan mensen over die beroepshalve dat doen. En laten ons de milieustel gewoon stopzetten. Ja. Dat is dan aangenomen door de raad. Dus de milieustel is stopgezet. We hebben alle federaties aangeschreven waar nog een staal moest gebeuren ook laten doen. Ondertussen die jongen die is er niet meer. De vacature is er nog altijd, maar niet meer dat luik waterbeheer. Ja. We zoeken nog iemand voor op het secretariaat, bachelor, verplicht van Sport Vlaanderen, dat dan een bachelor moet zijn, voor aan te werven, dat mijn drie medewerkers hebben daar. Hetgeen wat we nu doen, als er een vraag komt, dan geven wij hem de keuze van bepaalde firma's die die zaken kunnen professioneel doen. Ja. Niettemin dat we nog altijd gekoppeld blijven met dat deel milieu natuurlijk. Hè. Ja, moet dat de bezorgdheid nog wel altijd bestaat? Wel, voor u daar een anekdote te vertellen, en dat is ook... Hoe lang hebben we nog? Zolang dat je zolang de gigabytes er gigabytes. Zijn. Voor te zeggen hoe ver het nu gevorderd is. In Nijlen, in die regio... Nijlen. Ja, en de Lemberg. Ja. Nee, Antwerpen. Maar bijna Lemberg. Er zijn heel veel van die verenigings- en clubjes met hun eigen privéputjes. Ja. Iedereen kent het Sigma-plan, overstromingsgebieden. Ja. Er zijn er drie verenigingen die onder het putje gaan kwijtgeraakt. Ja. Je hebt AMB en onder AMB zit Natuurinvest. Ja. Natuurinvest is dan iets die... zich alles wat daar feitelijk niet met specifiek vissen, maar omgeving, rond water en zich aantrekt. Ik kreeg een melding of dat ik niet eens geïnteresseerd was voor een vergadering in Nijlen over die visserij. Ja, klaar. Zijn voorzitter Sportvisserij Vlaanderen, het gaat over visserij. Ik heb me een nek uitgestoken in de auto naar Nijlen voor die vergadering te doen. Ik ging er hem dus over, ja. Dan die drie verenigingen, alles behalve appie waren. Dan die al de visputjes kwijt waren. 70 leden, 85 leden en nog iets in de 60 leden. Drie afzonderlijke verenigingen. Kunnen jij er eens mee gaan klappen? Ik zeg, ja, moet ik de pispal gaan uithangen of hoe zit dat hier? Ja, maar luister, wij willen iets op poten zetten. Dan is de schepen van Eilen er ook bijgekomen. Of van Natuurinvest bijgekomen. En... een bureau Landschap Escape. Ja. Die jongens die waren een project aan het opstarten, maar wisten niet goed hoe moeten we dat doen. Dus Stad Nijlen, of is dat Stad Nijlen of is dat Dorp Nijlen? Gemeente Nijlen. Ja, het zal een gemeente zijn, denk ik. Zo groot was het niet. Heeft een stuk grond beschikbaar gesteld. Ja. Moet nog hier en daar ook nog wel wat ontijgingen en veranderingen gebeuren. En daar kreeg die dat bureau, Landschap Escape, tussennaaks de kans voor iets te ontwikkelen. En ze hebben uiteindelijk toch Sportvisserij Vlaanderen de vissers
dat en dat gevraagd. En daar moeten we meer en meer naartoe. Ja. Ben ik een voorstander van die wedstrijdbusjes? Nee. Vind ik geen natuurbeleving, maar ja, dat ben ik. Moet dat kunnen blijven bestaan? Denk het wel. Ja, ja? Het is een circuit. Hè? Het is een circuit. Ja, het is voor sommigen. Ja. Ja, klaar. Ja. Dus alles bij elkaar, denk ik, dat ik daar ook 4-5 vergaderingen gedaan heb. Ik heb over 14 dagen mijn laatste gedaan in het gemeentehuis. Met de onderliggende 3 verenigingen bij, met de schepen erbij, met natuurinvester erbij. En we hebben er echt een mooi, prachtig iets van kunnen maken. Ja. Die krijgen volledig nieuwe vijvers, maar niet een vierkante aquariumbak. Mm-hmm. Daar heb ik met een zeg wel in mogen doen. Ze krijgen naar elk 2 hectare water, maar in het midden een eiland met begroeiing. Niet visser nevens elkaar. Je krijgt een visstek, je krijgt begroeiing, je krijgt een visstek, je krijgt een begroeiing. En het is een beetje in een triangel gemaakt. Je hebt de 3 visputten en in de midden krijgen ze een centrale kantine die gesplitst is in 3. Is dat dan geen mooi project? Dat is fantastisch. Ja. Er waren vechten in die kantine ontstaan. Dat is niet... Nee, het zijn 3. Het is ook die mannen van de landschap heb gekeken, dat is niet mijn. Ik heb een zacht mogen doen in verband met het water. Maar die hebben dat zodanig gecreëerd dat die alle 3 uitzicht hebben op andere vijver. Ja. Dat in het midden van de ster de sanitaire blokjes zijn. Ja. Allee, prachtig. Prachtig. Ja, fenomenaal. Mooi, ja. Maar daar moeten we meer en meer naartoe, dat ze toch een klein beetje luisteren naar onze kant. Ja. Moet ik daar 4-5 keer van een eiland rijden? Ja, zowat. Ik heb een hek uitgestoken en genoemd dat maar. En ze hebben gezegd, het zal niet het laatste zijn, Frans. Ja. Wij weten nu dat die mogelijkheid bestaat. We zien dat de vissers die echt commentaar hadden en tot in het gemeentehuis ruzie kwamen maken, omdat ze de plechtig kwijt, die nu hier aan tafel zijn en die zeggen, amai, en dat krijgen we op. En kan er dan een auto, of ja, ons kantine moet bevoorraad worden, met die clubjes. Natuurlijk. Ja. Camerabewaking, ja, er respect, komt camerabewaking. Hey. Fantastisch, respect, hebben. Echt respect. Ja. Er zijn een paar voorwaarden aan, ik zeg het. Het is niet de bedoeling dat ze die putjes vol antibiotica steken. Hetgeen dat in sommigen nu wel gebeurt. Ja. Of de noop zout in. Of veel te veel vis. Ja, wel, daar is ook wel over geblablaard en over gediscuteerd. Dat het toch een beetje natuur moet blijven en niet. Ja. Maar ik denk dat men daar een beetje naar die groep van hengelaars toch een beetje aan de verstand moet brengen. Dat dat niet langer kan. Als je weet hoeveel mails en telefoons je denkt nu de laatste weken gaat dat met die vissterfte. Ja. Van vissen die half leven, half dood zijn. Ja. Dat moet hem proberen te vermijden. Ja. Daar is geen goed daglicht voor de visserij. Ja. Ook al kunnen wij er niets aan doen. Ja. Maar dat is dierenmishandeling. Ja, ja, ja. Op een zeker. Ik heb in Bredene over 14 dagen niet gewacht op ANB, ik heb groen licht gegeven voor een visredding gedaan. Ook al mag ik dat niet. Ja. Want ik moet het eerst aanvragen aan ANB voor vis van punt A naar punt B te mogen transporteren. Maar ik heb gezeten, die persoon in kwestie is in verlof, die kan ik niet bereiken. Ik pak de verantwoordelijkheid op mij en ik heb achteraf gezorgd dat de papieren er zijn. Ja. Maar ik denk dat we er een beetje mee moeten oppassen, want als dat frequenter voorkomt, dat echt vissen liggen te sterven, dat dat geen goed uitgangsbord is, ook al kunnen we er niks aan doen. Ja, kunnen we er niks aan doen? Is het niet de tijd voorbij van ondiepe wateren, grote wateren, maar dat we eerder nog diepe, smalle wateren met bomen rond en dergelijke, is dat geen oplossing? Ja. Dat is uit het oogzicht van een allroundvisser. En niet uit het oogzicht van die vissen dan niet op die dat totaalbeleving zien van en nu starten ze en nu stoppen ze en dan gaan ze de kantine in, drinken ze 2 pinten bier en namiddag gaat dat wisseltje nog een keer en achteraf blijven in de kantine. Dat is een anders
beleving dan die mensen hebben. Is dat mijn beleving? Nee, dat is mijn beleving. Nee, dat is wel, maar ik, bijvoorbeeld in de Bourgogne, ons stedelijk natuurreservaat, en ze een vijver gegraven, dat is een halve meter diep, dus dat valt ieder jaar droog, alles dood. Zie, moeten daar als ik weet niet, ik pijs dat maar idioot, maar dan maak je dat geen 9 meter diep en dan ga je altijd water aan. Ja, maar het is daar dat ik mij er proberen in te wurgen heb, zowel in A en B, ik mag toch zeggen dat ik daar al geïntegreerd ben. Ja. En nu ben ik ook die andere kant, Natuurinvest, die mannen die de eerste stappen zetten. Ik heb daar ook al een hele goede band bij Koen. Ja. Er worden vragen gesteld en dan kunnen we antwoorden geven. En dan, ja, weer een, moet een beetje water in de wijn doen, he. Klaar, ja. Ja. Maar we gaan hopelijk een beetje meer onze zeg hebben en dan gaat je dat vermijden. Ja. Want ze hebben ook gevraagd hoe diep moet dat zijn. Ja, voilà. Ja. Hey, ik heb ook gezegd, nu ook, het is 15 meter in Nederland en 15 meter. Dat er begroeiing is in de midden, dat het toch een beetje een natuurlijke look is. Ja. Mm-hmm. Oké, we zitten naar 2 uur. Goed. Tijd gaat snel. Ja. Kijk, een buizerd. Een buizerd daar. Ja. Juist aan de boom. We gaan onze rubriek doen, dat weet je misschien, met onze vragen. We hebben zo'n dobbelsteen en vragen. En dan, voilà. Je weet dat nog niet naar de podcast geluisterd. Toch niet naar het einde. Tijdgebrek, eerlijk gezegd. Het zijn eigenlijk vragen met een nummerke en dat is met een dobbelsteen. Dus de dobbelsteen bepaalt welke vraag. Mijn leeftijd niet vragen, hè. Nee, ik heb al gemerkt dat je de volledige rond fietst. Nee, dat gaan we niet doen. Maar ik heb toch ongeveer uitgerekend, ondertussen. God. Dichter en dichter bij die 7. Ja. Je moet blij zijn met wat je hebt, pijs ik altijd, hè. Tuurlijk, ja. Het zijn mensen die heel vroeg het loodje leggen. Dat is een feit, vent. Je gaat zien, dat is een dobbelsteen met 2x20. Ja, volgens mij is dat met alle kanten 6 op of zo. Nee. Je moet dus swipen en dan moet je mij zeggen hoeveel dat je hebt. En dan kan je wat moet ik doen? Swipen. 16 en 17. Ja, 33. Dat is 33. Ik kijk altijd naar Frederik, de man met de hersens. Ja, 33. Wat maakt een vriend tot een echte vriend? Dat erop aankomt in moeilijke tijden. Ja. Zeker. Ik heb moeilijke tijden gehad. Vrouw overleden op 49. Niet meer kunnen vissen 2 jaar omdat ze kanker had, thuiszorg. Ja. En dan kent u echte vrienden. Ja. Je bent daarvan overtuigd. Dan weet je wie de uw echte vrienden zijn. Ja. Dat is ook moeilijk voor die mensen soms. Van, ik heb ook zo'n situatie mee, maar ik vond dat zeer moeilijk van, hoe doe je dat? Hoe doe je dat voor die mensen er zijn? Also, dat, achteraf gezien veel fouten gemaakt. Also, ja, maar je doet dat maar, je doet wat je ingegeven wordt op dat moment, denk ik. Ze zeggen dat dikwijls, dat is ook een spreekwoord, in nood. Hè. In nood kan je vrienden. Ja, wel, maar dat is dus wel zo. Ja. En dan zijn er een paar die je blijven contacteren en blijven contact houden en goh, is dat maar een paar woorden in die periode. Maar dan zijn er dan bij, waar de jaren en jaren Europa mee rondgereisd hebben, verdwenen. Ja. En dat is een groot verschil. Dat onthoud je natuurlijk. Dat onthoud je. In Engeland is het daar ook een spreekwoord voor. Hè. People come into your life for a reason, a season or a lifetime. Ja, dat klopt. Ja. Ik vind dat echt wel mooi gezegd. Ik heb nu terug een latrelatie, mijn vrouw is al lang, ik heb een latrelatie. Mijn vriendin zit op het ogenblik nu in het zonnige Spanje, in ons appartement. Die vraagt dan maar wellicht, dat is een vriend van haar. Nee. Dat is kennis. Dat is een verschil tussen. Ja. Met hetgeen wat ik persoonlijk dat meegemaakt heb, ik maak daar een verschil in. Ja. Ik heb heel veel kennissen. Heel veel. Ja. Klaar. Maar vrienden? Levensweesheid. Heb je ook niet zoveel nodig. Een paar.
En dat is een schat, hé. Dat is een schat. Maar ja, maar dat is, hé. Dat is dus, hé. Ja, ik zeg het. Kennissen, ja, heel veel. Heel veel. Oké. Okay. Hoeveel vrouwen gaat dat je nog stellen? Maar je mag daarmee stoppen, wanneer je wel vindt. 19 en 12 is... 31. Wat? 31? Oké. 61. Oei, oei, oei. Oké. Dat is een moeilijk. Beschrijf God. Wat betekent deze God voor jou? Ik ben een agnost, hé. Stel die vraag nog eens. Beschrijf God. Wat betekent deze God voor jou? Beschrijf God. Jezus Christus. Ah ja, dat is een zie iemand die... Dat is een mok. Hey, ik kan u iets vertellen. Dat feitelijk... Moest er een God zijn? Hoe zou je... Ik kan u eens iets vertellen. Ja. En dan gaan we nog weinig weten. Ik heb 6 jaar misdienaar geweest. Ja. Maar dat was alleen maar voor de wijn en voor de fooi. God, ja. Ik twijfel daarover of dat werkelijk al bestaat. Ja. Anders zou er zoveel miserie niet zijn op de wereld, denk ik dan maar. Ik denk, gemaakt van God wat jij wilt. Ja. Denk ik. Hey, die dat er dan nu, er zit daar. Die oorlog, als er werkelijk iemand moest bestaan die boven ons daar ergens, dan zou er toch zoveel leven. Is het dat voor mij, ik weet zo, dat is een smerlap. Allee, oftewel is die er niet, oftewel is het een smerlap, dat is toch. Dat is toch, ja. We hebben juist wel de KKV, de Katholieke Karpervissers Vlaanderen. Oei, bestaat dat? Zijn dat bij Hengels niet Vlaanderen? Maar, in uw jeugd, ja, als je naar school nu is het al iets anders. Komt daar dan iemand preken van voor die de godsdienstles geeft? En God stond voor de rivier en open het water. Maar in godsdienstnaam, we hebben ze ons allemaal wijsgemaakt in die periode. Waren wij dan zo naïef? Slechtigen ons voorouderen en dat? Waarschijnlijk wel. Hoi. Bij mij is dat gestopt. Naar de messen, ik moest altijd naar de messen gaan en ik zei tegen mijn ouders, hij moet alles afgeven, hé. Ik zei, voor door het oog van de naald te kunnen, hé, dat poortje naar in een of andere stad, dat ging alleen maar, als je alles aan de armen geeft, zeg, waarom geef je er niet alles aan de armen? Je zet dat toch in die kerken, ze zeggen dat toch, het is toch geen die dat doet, waarom doen ze dat niet? Het was gedaan met naar de messen te gaan. Ik heb een kennissen via mijn... partner, zou ik nog zeggen, via Fernanda. Ja, haar zoon heeft een Poolse vriendin. Ja. Polen is superkatholiek. Superkatholiek. Ik heb een paar keer met de Mobiloom Polen gereisd. Die haar vader is architect voor de kerk. Ja. Die bouwt daar nog nieuwe kerken. Hier in België breken we ze af of we maken er een museum van. En Monika, die is superkatholiek opgevoed. Meisje in de universiteit gedaan, heeft 5 keer de Bijbel gelezen en deed er tegen haar papa gezeten. U kunt een boom in. Ja, alsjeblieft, als je met gezond verstand al dan wilt geloven, het keer wat daarin stond, dan zijt je oftewel ook zo naïef, oftewel ook gek. Ja, maar je ziet toch wel meer en meer mensen terug. Wat ik dacht van, dat is uitgeroeid. Dat ik bijvoorbeeld een homo had, ik dacht op een bepaald moment in mijn leven, dat is uitgeroeid. Religie, dat is uitgeroeid, of dat zijn nog wat restjes. Maar nu zie je dat allemaal wel terug, de kop op de. Ik vind dat zeer verontrustend. Corona, hè? Ja. Maar ja, zo dat idee, er is iets meer. Ja. De tijd van de paradigma's is gedaan. We zijn in een tijd terechtgesukkeld worden dat de identiteit niet meer klaar liggen. Ja. Wat doen mensen? Het teruggreep naar hetgeen die ervoor was, hè? Identiteit, dat zeg je het. Ja. Ik ben antivaxer, nee, ik ben geen antivaxer, maar antivaxer is een soort identiteit. Ja. Ja. Ik denk dat de veel te veel mensen veel te veel tijd hebben gehad in de coronaperiode van na te denken. Ja. Of net niet na te denken. Of allerlei rare theorieën te volgen op het internet. Ja. Ik denk dat daar, denk dat ook wel een deel van ons leven een kronkel aan gegeven, denk ik. Atlantis. Maar, Atlantis. Nee, we staan ook vragen in over vissen. Willen we dat een keer proberen? Kom maar een eindje doen. En toen gaan we je bevrijden. Twente.
Heb je dan niet meer nodig, nog aan kan tellen. Oeh, is het. Het is ook niet een het is maar een plus drie. Rustig, maar ik ben echt discalculiet dat dan. Heb je littekens en waardoor? Ja, sorry. Op zijn minst, één visvraag, ze biedt dit om. Ja, maar we kunnen doen. Oh, manneke. Ik heb verschillende littekens. Hier is het. Dat is al stevig. Dat is een maar dat is niks geweest. Ik heb een zeer zware maagoperatie gehad. Ja. Ik ben ploegleider geweest bij Bayer. Ja, vol continu. En ik heb me veel te veel aangetrokken. Veel te veel stress. En ik heb een superselectieve moeten laten doen aan mijn maag. Mijn maag is volledig ontzenuwd. En er is een derde afgepakt en een derde van mijn darmen afgenomen. Maar, wat moet ik dat vertellen? Ik heb ook kanker gehad. Ja. 2015 ben ik hier begonnen in 2016. Oh. Heb ik 3 operaties gehad, spoedoperaties, in 2 maanden tijd. Ja. Dus littekens genoeg. Er zitten vrij zware krassen op mijn carrosserie. Ja, ja, amai. Hetgeen wat ze daar gedaan hebben is te gevoelig, ga ik niet vertellen. Ja, ja. De computer draai je nog goed, hè? Maakt dat je zo positief in het leven staat? Het is nu 5 jaar geleden. Ik ben vorige week voor de laatste keer naar professor Treuer geweest. Ja. En ik ben nu, zeggen ze, vrij. En die meneer elke keer in de zin, en die zegt altijd, en dat pakt mij elke keer. Meneer Weemaas, ik had nooit gedacht dat ik u nog zou gezien hebben. Van hetgeen wat ik had, er zijn maar 5 gevallen in België. Ja. En 1 chirurg in Gent dat die operatie kon doen. Dus dat wil zeggen, je hebt hier nog iets af te werken. Zeg, Frans, mag dat nu dat je, maar voor mij is het, die job van jou en over, dat is, ik had dat ook heel zuur van worden, maar hij is echt positief, hij is heel constructief. Heb dat daarmee te maken? Nee. Mijn vrouw kreeg vrij jong borstkanker. Van borst naar lever naar, noem het maar op, longen, op het einde essen. Ik heb heel die stadium 5 jaar gevolgd. Ik heb een half jaar loopbaanonderbreking gepakt voor thuiszorg te doen. Ja. En vrouw is niet naar de kliniek geboten. Ja. Als je dat allemaal meemaakt en ze rustig kunnen gaan thuis in de woonkamer, dan moet ik dan zeggen, dat staat anders in het leven. Ja, ja, ja. Dan pak je de dingen aan die je kunt aanpakken. En dan kun je oftewel ergens in een hoek zitten en liggen wegteren. Oftewel gaat je je daarover zetten en je focussen op dingen waar dat je wel in kunt vinden en waar dat je in je ding in kunt doen. En ja, en dat heb ik gekozen. Ja. Dat heb ik gekozen. Daarna. Ik terug naar mijn vrouw, ik terug de draad opgepakt, terug VBK ondersteund en ja, ik ben wel een bezige bij. Ja, ja. En af en toe is het wel eens wat veel. Ja. Nu, wat ik doe nog, ja, voor watersportcentrale doe ik nog vrij veel. Ik zit daar ook nog altijd een beetje bij. Stuur het team aan van watersportcentrale nog ook altijd. Ja, dat gries die ding. Ja. Ja. Ja, morgen ben ik hier een dag in Genk. Ja. Ben je Rudy afgesproken morgen? Ja, kom mee. Dat resoneert gewoon. Ja, 100% wow. Ik hou hem. Ja. Hoe laat moet ik klaarstaan? Ik vertrek 7:30. Dus oh, dus geen probleem. Maar ik zeg het, en ook, ja, ik had een maand in Spanje gezeten. En ik fiets ook heel veel in Spanje. Ik vis daar niet. Vakantie is geen visserij, dat is samen met de vriendin. En ik had dat wondje en ik ben naar België gekomen en dat wondje bleef. En dat Fernanda zei, godverdomme, we moeten naar de dokter gaan, want dat klopt niet. Ik kreeg dat niet genezen. Niettemin dat mijn vriendin redelijk veel ervaring heeft met wondjes. Haar 2 zoons zijn freestyle motocrossers. Ja. Dat zijn die mannen die salto's in de lucht maken, die met een hoek af. Mm-hmm. Ben dan naar de huisarts gegaan. De huisarts keek er nog, oh ja, maar dat is een uitspecialist. En naar een uitspecialist gegaan. Die madame die keek naar mij en die zei niks en die pakte een telefoon. En die belde naar het hospitaal en die zei, de dokter staat op te wachten. Wist ik dat het niet goed was. Zo simpel is het.
kwam er een dokter en ik kreeg voorrang. Ik moest niet in de wachtzaal. En die dokter zei, ik wil je morgen opereren. En dat is echt genoeg. Ja. Dus... Hm. En dat kwam eruit. Ik ben er goed uitgekomen, klaar. Maar ik denk dat ik hier rondgelopen heb, hier, en dan moet je vragen aan de viswachters, met twee dreinen en plastic zakken. Voor keer dat ze in Melis allemaal weggesneden hebben, voor die lymfendrainage te doen. En dan liep ik hier in de ronde, kon ik het niet halen. Moest hier zijn. Ongelooflijk. Ja, maar ja. Ik zeg het, je kunt dan thuis zitten en zitten wachten totdat er iets gaat gebeuren. Nee. Mooi. Ja. Nee, daar beginnen we niet aan. Doe me voor. Nu ook, ja. Is er bijna schoot gewonnen op een sportvisserij Vlaanderen? Nee. Is het opgedwongen? Zijn de juiste man. Nee, het is me niet opgedwongen. Maar als er een paar man zo aan je mouw trekken en zeggen, anders is het gedaan. Allee. Heb ik ja gezegd en ik heb gezegd, kijk, voor mijn eigen, als ik dat 3 jaar terug op de rails kreeg, dan ben ik 70 plus. En ik kreeg dan iemand die mij gaat opvolgen, zodat ik hier een schone zaak zijn. Mm. En dat is het waar ik nog streef. Oh, wel, het is een roeping. Ik heb nu 1400 liter inhoud in mijn koffer. Ik wou dat ik het volk eens kon steken met respect. Ik denk dat je dat nu wel verdiend hebt. Ja, we moeten nog één vissersvraag stellen. het is het lot. De boot zat, hoeveel is een pond? Je had al de zware vragen. Vraag maar niet wat mijn recept is van mijn bollen, wat dat krijg je. Je mag altijd je joker en zijn 18 en 8 is 26. Ja. Oké. Post je op sociale media. Oei. 1, 2, 3, 4. Ik heb 5 verschillende Facebook. een beetje beroepshalve voor Grizzly, Mega en TNT. Ja. Ja. Maar kijk, ik volg je een van je Facebook-accounts. Prachtige vissen trouwens. Het laatste jaar. Een zeer goede karpenvissen, van 2 voet. Het laatste jaar staat op een laag pitje. Ja. Ik heb een arrangement aangegaan voor dag en dan komt er. Maar. Vrijdag is ze weg naar Frankrijk, hè, voor een week. Alright. Dus het is over dat ik morgen nog gek moet. Ja. Nee, maar... Ja, het sociaal leven, zit in u of zit in niet? Yeah. En aan de zijlijn staan heb ik nooit gekunnen. Ik had misschien beter een beetje meer aan de zijlijn gestaan. Maar als je in een vereniging gaat, wil ik altijd een beetje helpen. Ja. Dat probeer ik te doen. Soms is dat goed en soms krijg je de naam op je kop. Wat voor iedereen goed doen, heb ik al meer dan eens maar ondervonden dat niet kan. Nee. Maar dus. Het is wel een schat aan rijkdom dat je hebt vergaard, hè, op die manier. Ja, echt waar. Ik bedoel, alleen maar respect ervoor. Vriendelijk bedankt, jongens, voor de babbel. Ik ben onder de indruk, moet ik zeggen. Idem, helemaal. En normaal gezien krijg je daar de kans niet voor op een weekend, dat had ik u gezegd. Maar ja, ze zijn toch in Spanje. Nee, echt, we willen je enorm bedanken. Niet alleen voor de podcast, maar ook voor al die andere dingen dat je doet. Het is enorm motiverend en ik hoop echt dat de mensen die luisteren naar de podcast zich ook geroepen voelen door de warmte. Mm. En je hartelijkheid dat je erin legt, om ook verder meer de hobby te ondersteunen. Ja. Echt waar. Wat ik denk en zie wat er gebeurt, zal het een noodzaak zijn dat de vissers een bijdrage doen. Dat ze zich verenigen ook. Ja. En ook dat ze, die onderlinge rivaliteit en allemaal, dat moet eruit, vind ik. Je moet hartelijk zijn tegen elkaar en de mensen hartelijk terug zijn. Geven dan een beetje een vin van, ze zijn vergeten dat het een hobby is. Ja. Het is een hobby. Mm-hmm. En daar moeten niet met ellebogen werken of al van die toestanden. Ja, en het is niet erg dat er een naast je komt zitten om te vissen. Jezus, je zit weer met dezelfde passie. Ja. Ik heb hier genoegen aan dat ik hier mijn wandeling en controle kon doen. En ik heb het geluk dat er iemand, de karper aan het trillen is.
over een tijdje terug, Erik de Bruin zit hier ook al jaren ook actief in VBK ook, Erik. Dat is een belevenis, daar geniet ervan. Ja. En dat was de visje van 6, 7 kilo. Allee, dat is toch plezant? Dat is toch... Ja, dat is machtig, ja. Maar daar zijn er dan ja, mocht ze niet voor het algemeen niet. Dat is een guppie. Zat daar haar weer. Ja, big lesson. Maar daar gaat het dan. Het gaat dan over de belevenis en over de visserij en genieten. En lekker dat we hier nu zitten, ons drieën. Kijk, dat is een schilderij achter jullie. Hè. Voilà, voilà. Ja, absoluut. Ja, dat is weer een weekend. Wel spent in de natuur. Hè. Ja. Dus daar een van ons opdrachten, die jonge mannen van achter die computer of van achter dat klein schermpje te krijgen. En... Het is dat. Ja. Super. Dank u wel. Bedankt. Dank u wel. Volle bedankt. Ja.